Welkom bij Pakhuis de Zwijger. Dit is de mobiliteitsshow met Rogier Elshout. Ja, goedenavond dames en heren. Goed om te zien, volle bak hier in Pakhuis de Zwijger. Welkom bij de mobiliteitsshow, aflevering 2 alweer. En in de mobiliteitsshow onderzoeken wij de hypes, de hoofdpijndossiers en de trends uit de wereld van verkeer en vervoer. En dat doen wij met de hoofdrolspelers uit die wereld van mobiliteit. Mijn naam is Rogier Elshout. Ik ben gespreksleider overdag en treinenfan. Ja, eigenlijk ook overdag. En in de mobiliteitsshow komen mijn werk en mijn hobby komen samen. Waar gaan we het over hebben vandaag? In het klimaatakkoord zijn stevige doelen afgesproken voor de uitstoot van mobiliteit. Kunnen we die doelen halen? Hoe kunnen we die doelen halen? En wordt ons vervoer daar minder of leuker van? En dan logistiek over water. Wat kan er allemaal en hoe krijgen we het van de grond of van de bodem? En het Nederlands spoor, ProRail, probeert er op te proppen wat er allemaal op kan. Maar de capaciteit begint wel echt aan zijn plafond te raken. Wat kunnen we doen om te zorgen dat ook na 2030 mensen nog met de trein mee kunnen? En dan onze column vanavond, die komt uit Martinique. Lena Hartog wilde laten zien dat je heus niet hoeft te vliegen naar de klimaatconferentie in Chili. En ze ging met de boot. Maar toen zij al redelijk in de buurt van de Cariben was, toen werd bekend dat die klimaatconferentie werd verplaatst naar Madrid. En zij zit dus nu op een heel mooi bounty-eiland waar geen klimaatconferentie is. En wij gaan haar dadelijk via Skype vragen of het desondanks toch een succes is of een totale mislukking. Maar eerst gaan wij beginnen met het nieuwsoverzicht. Nee, het jingle duurt er niet. Nou, we hadden de Franse staken, we hadden het Franse jingeltje van de SNCF. De Franse staken, ook hier bij ons doet hij het niet. Dan zonder jingeltje. De maximumsnelheid, de kogel is door de kerk. De maximumsnelheid gaat naar 100 km per uur overdag om de stikstof terug te dringen. ProRail reageerde heel gevat. Er is ook een andere oplossing, al 180 jaar. Het spoor, wij blijven gewoon 130 rijden. Na jaren knutselen is eindelijk de Galenkopperbrug bij Utrecht is weer open. De files rond Utrecht zijn nu terug van epische naar gewoon mythische proporties. TLN berekende dat dit hele gedoe de transportsector 3 miljoen euro heeft gekost. En dan in Rotterdam, die hebben beleid gemaakt voor free floating deelmobiliteit. Hier in Amsterdam willen jullie er niks van weten. Rotterdam is er juist blij mee en iedereen mag zijn dingen op straat komen zetten. Mits, er zijn wel wat, je moet vergunningen hebben met een verplichting bijvoorbeeld om zwerffietsen op te komen halen en om telefonisch bereikbaar te zijn. Twee dingen die de eerste aanbieder en inmiddels ook failliete aanbieder O-Bike niet deed. De Mobikes, de Donkey Republics en de elektrische Felix zijn inmiddels vergezeld van de Biro's van Lef en de jumpfietsen van Uber. Ik heb zelf de Biro getest voor de mobiliteitsshow de vorige. Conclusie, ik leef nog en dat is een wonder. Dan Uva en TomTom, die gaan met Artificial Intelligence kaarten maken voor zelfrijdende auto's. Want met behulp van Artificial Intelligence kunnen kaarten preciezer worden, waardoor het veiliger wordt te rijden voor deze auto's. Het gaat dan bijvoorbeeld om de automatische herkenning van voorwerpen, zoals verkeersborden en andere voertuigen. En dan EasyJet, die compenseert vanaf 19 november alle CO2-uitstoot van al zijn vluchten. En het is de eerste vliegmaatschappij die dat doet. En het bedrijf wil compenseren door bossen aan te planten en minder CO2 uit te stoten. En het steekt ook geld in de ontwikkeling van toestellen die vliegen op duurzame brandstof en elektriciteit. En dan houdt u zowel van boten als van treinen, dan heeft u pech. Want op 15 december vaart voor de laatste keer een trein mee met de veerpont tussen Duitsland en Denemarken. Het einde van het tijdperk alleen tussen het vasteland van Italië en Sicilië rijdt straks nog een treinpont. En op treinreiziger.nl kunt u een leuke reportage van een van de laatste ritten zien. En dan, hij gaat rijden 7 jaar later dan gepland. Maar vanaf 16 december rijdt 10 keer per dag een tram van het Utrechtse centrum naar de Uithof. Dat betekent het einde van buslijn 12, ook wel de sardientjeslijn genoemd. En hoewel het een wet van Murphy project was, wat de wethouder en de gedeputeerde meermaals heeft laten bungelen, hebben ze er in Utrecht toch geen genoeg van. Ze zijn met de collectezak naar Den Haag gegaan en hebben 300 miljoen gekregen voor een OV-ring rond de stad. Want nu gaat al het verkeer daar door het Centraal Station. En dat moet dan gaan veranderen. Benieuwd of ze dat ook, ook op tijd klaar krijgen. En dan Black Friday heeft een nieuwe component in de rij staan om je Tesla op te laden. In de VS rijden nu zo'n 400.000 Tesla's en dan vooral rondom Silicon Valley. En die eigenaren die gaan voor Thanksgiving allemaal tegelijk naar Opanoma twee staten verder. En moeten dus allemaal tegelijk onderweg laden bij een van Tesla's snellaadstations. En die konden de toestroom niet aan, de wachtrijden waren soms 2 uur. En hier geldt dus hetzelfde als bij treincapaciteit, wegcapaciteit en het aantal OV-fietsen bij het strand.
Je moet niet bouwen voor de gemiddelde bezetting, maar voor de piekbezetting. En tot slot, de elektrische stepjes. In Amsterdam willen jullie ze niet hebben. Dat is... andere moeten we hebben. Ja, in Amsterdam willen jullie de elektrische stepjes niet hebben. Dat is op zich zonde, betoogt deze mevrouw. Jullie vinden ze gevaarlijk. Deze mevrouw betoogt dat het helemaal niet gevaarlijk is. Maar... mensen met muziek op, dat is pas gevaarlijk. Kijk zelf maar. Encarno is obligatorio en een casco. No se pueden doen cascos de música. Y me puestos así. Y creo que Gigi que de nit se puede anar por todo arreu. Perfecte. A les 10 de la nit, más o menos. Aprovadíssima. Gràcies. Adéu. Zijn we in het Spaans? Deze dingen zijn helemaal niet gevaarlijk, hoor. Goed. In Rotterdam gaan ze binnenkort komen, overigens. Dus misschien dat dit wel mijn laatste mobiliteitsshow is, wat dat betreft. Goed, laten we eens gaan hebben over de duurzame mobiliteit en klimaatdoelen. Hoe behalen we de doelen die in het klimaatakkoord zijn afgesproken? Hoe houden we ons land daarbij ook bereikbaar? En liggen daar zelfs kansen om het vervoer leuker te maken? Met andere woorden, worden de eerste jaren van het volgende decennium, wordt het volgende decennium het decennium van de duurzame mobiliteit? Ik bespreek dat met Daniëlle de Bruin. Mobiliteit en de doelen van het klimaatakkoord. Ja. Ik heb nog wel zo'n klikkertje even nodig. Er gaat nu magische wijze gaat iemand gaat voor jou een klikkertje halen. Ja, te gek. In de tussentijd dan gaan wij ook, terwijl ik jou even introduceer, mogen mensen op het stemsysteem vast invullen wat zij zouden doen voor duurzame mobiliteit. Oh. En dan mag ik gaan we daar van jou vragen of je dat ook verstandig vond. Ja. Mensen, ja, dit leed het net beter dan nu. Nou, er wordt vast heel hard aangewerkt, anders gaan we... Ja, daar is die. Ja. Als je hem even helemaal terugspoelt naar de eerste vraag. Daniëlle, jij bent de senior adviseur duurzame mobiliteit bij Sweco. Nou en of. Sweco, ja. Wat is dat? Sweco is een groot ingenieurskantoor van oorsprong Zweeds. Is in Nederland met 1500 mensen actief. Wij ontwerpen en ontwikkelen steden en samenlevingen van de toekomst. En dat doen wij door eigenlijk de grote thema's zoals energietransitie, mobiliteit, water, klimaat en digitalisering allemaal samen te bundelen en de vraagstukken daarop met onze klanten. En wie zijn je klanten dan zoal? In de meeste gevallen eigenlijk overheden, lokale overheden, regionaal, ook nationaal. En vanuit Sweco Nederland en duurzame mobiliteit zijn we heel erg op de Nederlandse lokale en regionale overheden eigenlijk gefocust. Juist. Nou, jij kreeg ook dat klimaatakkoord onder ogen. Nou en of. En toen dacht jij? Nou, ik dacht, er staat eigenlijk een hoop in wat al gebeurt. Dus dat is in zoverre belangrijk, maar niet altijd even nieuw. En wat ik eigenlijk een beetje mis is de manier waarop je die dingen dan gaat aanpakken. Je kan natuurlijk heel erg veel over maatregelen praten. Iedereen schiet vaak in de maatregelenmodus. Maar op welke manier neem je die maatregelen en kun je ze ook tot een succes maken? En ik denk dat dat eigenlijk heel bepalend is voor het klimaatakkoord. Wat erin staat, dat is allemaal echt wel oké. Maar het gaat er nu even om van hoe gaan we het organiseren met z'n allen? En daarom zit ik ook hier met een pleidooi voor de vraag... hoe gaan we dat organiseren? En wie is dan die we? Ja, en je dacht, het is interessant, maar wie was de klant voor dit onderzoek? Of had je er gewoon zelf zin in? Nou, eigenlijk had Sweco daar zelf zin in. Sweco is een oud ingenieurskantoor. Wij hebben in het verleden, kan ik eerlijk zeggen, best wel veel gedaan met het faciliteren van automobiliteit. De mensen die nu bij Sweco werken, die willen daar helemaal niks meer van weten. Die willen werken in duurzame projecten. En als je zoiets gaat ontwikkelen, moet je natuurlijk ook eerst kijken van nou, waar liggen dan de meest relevante vraagstukken. Dus die ruimte hebben we ook om daar zelf gewoon stuk ontwikkeling op te doen. Oké, nou jij gaat dit aan ons vertellen waar je uitgekomen bent. Dan gaan we kijken of we verbinding kunnen maken met Saskia Kluyt. Die is ook Eerste Kamer, die is behalve voorzitter van de Fietsersbond. Ja. Directeur, is zij ook Eerste Kamerlid, dus zij moet vanavond stemmen. Maar we gaan kijken of we haar via Skype hier binnen kunnen krijgen. Ja, hoeft ze ook niet te reizen, ze ook weer... Kijk, ze komt al binnen. Ja, ja. Als u een telefoon, laptop, tablet of mainframe bij u heeft, als u naar www.menti.com gaat, dan wordt u een code gevraagd. Als u dan 8777779 invult, dan krijgt u gedurende het programma regelmatig een vraag of stelling op uw telefoon. En dan kunt u op deze manier digitaal meedoen. Heeft u telefoon niet bij u, dan kom ik gewoon met de microfoon naar u toe.
Precies. Goed, u kunt deze blijven invullen. Hier komen wat dingen. We gaan dadelijk aan jou vragen of je dit ook verstandige dingen vond. Oh, dat komt straks. Oh ja, ik vind het nu al. Nou ja, zeg maar welke vind je interessant. Nou ja, bijvoorbeeld de vervuilersbelasten. Hè, dat is natuurlijk altijd interessant om mensen die heel veel auto reizen te bestempelen als mensen die eigenlijk een soort klimaatmisdadigers zijn. Terwijl wat ik in mijn verhaal zal proberen duidelijk te maken is dat mensen die heel veel in de auto reizen eigenlijk een hele rationele keuze maken op dit moment. En dat als wij willen dat mensen een andere keuze maken, dan moeten we ook ons leven anders gaan organiseren. En zodra het woord beprijzen auto's, liepen gelijk iemand weg. Dus dat is nu ook controversieel. Ja. Oké, wat voor dingen zie je nog meer? Ik zag ook bijvoorbeeld iets over minder in de spits reizen. Nou, dat is wel een verstandig idee om de steden bereikbaar te houden. Maar voor het klimaat maakt het niet echt heel veel uit. Dus om de klimaatdoelen te houden, zou ik die maatregel niet adviseren. Nee, want of je nou om 7 uur 's ochtends uitstoten van 10 uur, dat maakt niet uit. Ja. Oké, nou, neem ons even mee. Dan schakelen wij even naar jouw presentatie. Wat je ontdekt hebt. Perfect. Ja, de volgende. Als jij nu doet, de volgende komt hij vanzelf. Vanzelf is... Het groene knopje zou ik moeten... Vanzelf is in dit geval niet het groene knopje. Oh jee. Nu wel. Ja, sorry dat ik een beetje die kant op kijk voor de mensen hier. Kijken jullie natuurlijk liever allemaal aan. Maar ja, dat is in dit geval... Alles voor televisie lastig, vandaag. Ja, precies. Het netwerk als instrument. Nou, het is natuurlijk heel leuk om over netwerk te praten met mensen van ProRail in de zaal. Want die denken dan onmiddellijk aan verkeers- en transportsystemen. Ik heb het hier heel graag over het netwerk tussen publieke en private partijen. Het netwerk van mensen. Duurzame mobiliteit, daar moeten we iets mee. En ik denk dat het heel belangrijk is om die we ook nader te definiëren. Nou, ondanks alle goede verhalen over het klimaatakkoord en ondanks alle voornemens zien we dat het aantal autokilometers nog steeds toeneemt. Zelfs in een stad als Amsterdam zien we dat het aantal auto's in de stad ook nog groeit. 2014 waren het er 211.000, 2018 waren het er 234.000. Dus het is niet zo dat die trend van mensen die in steden wonen, die hoeven geen auto meer, dat is gewoon niet waar. Dus hier hebben we het mee te doen. Hier hebben we het ook mee te doen. De kosten van de files. En dan heb ik het hier alleen maar over de economische berekeningen. Daar zit niet het aantal echtscheidingen in, het aantal burn-outs, het aantal letselschades. Het is gewoon natuurlijk verschrikkelijk. 26,6 miljard. Dat is echt een heel groot getal. Ja. 7 sigaretten per dag roken mensen in Rotterdam. Die op dit moment langs de A13 wonen bijvoorbeeld. De verbindingsweg tussen Delft en Rotterdam. Dus je hebt echt heel wat werk te doen. Als we niks doen, dan staan we eigenlijk altijd in de file. En dan maakt het niet uit of je staat in de trein of staat in de file. Dan wordt staan gewoon een nieuwe mobiliteit. En daar willen we natuurlijk helemaal niet heen. Dus wij willen iets gaan doen aan die mobiliteit. En dan in dit geval specifiek de klimaateffecten van mobiliteit. Waar hebben we het dan over? Het is 15% van de CO2-emissies, afkomstig van personenverkeer. Dat is nog altijd meer dan vliegen. Op individuele basis, als je moet kiezen van wat ga ik kunnen doen, dan kan je beter afzien van je vlucht dan afzien van je ritje naar de supermarkt met de auto. Dat is natuurlijk duidelijk. Maar omdat er zo verschrikkelijk veel meer mensen auto rijden en zo verschrikkelijk vaker, telt dat toch op tot een substantiëler aandeel in de mobiliteit footprint van het wegverkeer. Dat hadden we eigenlijk niet per se verwacht. Je kan beter één keer per jaar op vakantie gaan dan het hele jaar door werken en boodschappen. Ik heb toevallig laatst voor mijn moeder uitgerekend. Die zei, ja, maar ik mag wel met het vliegtuig naar Portugal, want ik doe altijd boodschappen op de fiets. Toen heb ik dus even gekeken van hoe ver is dat winkelcentrum dan van mijn moeders huis? Hoeveel CO2 komt er uit die vlucht naar Portugal? Zij moet dus 36 jaar lang iedere week op de fiets boodschappen doen. Mijn moeder is 76, dus ik hoop dat ze het redt om dat vliegtuig naar Portugal er dan in haar leven nog uit te halen, zeg maar, met de fiets. Okay. Maar goed, dat even als uitstek. Ik weet niet hoe vaak ik nu moet gaan fietsen om mijn 4 ritjes naar Oeganda dit jaar. Wat moeten we doen eigenlijk met die CO2-uitstoot? We moeten 7,3 megaton reductie halen. Dat is eigenlijk zoveel als om en nabij 2 miljoen auto's die compleet van de weg moeten of naar nul emissie. Ja. Nou, dat is natuurlijk een hele grote opgave en wij zitten allemaal met mensen met individuele motivaties om die auto toch te pakken. Dus wat hebben ze in het klimaatakkoord bedacht? Vind ik een terechte gedachte. We gaan zakelijke autokilometers eigenlijk als focuspunt nemen. Want dat zijn de kilometers waar we eigenlijk echt invloed op kunnen hebben. Mm-hmm. Dat zijn autokilometers waar werkgevers ook verantwoordelijk voor zijn. Want het woon-werkverkeer is natuurlijk een belangrijk aspect van hoe mensen werken. 8 miljard kilometers moeten er zakelijk minder gemaakt worden dan op dit moment. Om één
van die megatonnen, dus van de hele doelstelling, kan 1 megaton gehaald worden door 8 miljard minder zakelijke autokilometers. Ja, maar als dit allemaal elektrische auto's worden, is het probleem niet non-existent. Ik dacht dat je zou gaan vragen als dit allemaal met de trein moet. Oh, als dat met de trein moet. Interessanter. Ja. Ja. Dat was wel grappig. Ik liet dit aan iemand zien en die zei, waar gaat die trein heen? Die trein gaat naar Breda. Nou, ik weet niet wat er in Breda was of dat ze de nieuwe iPhone in de trein aan het verkopen waren, maar goed. Aan die hoed te zien misschien wel carnaval. Ja, misschien. Ja. Maar goed, je zegt al van elektrisch, natuurlijk, belangrijk. Maar dat krijg je ook niet 1, 2, 3 voor elkaar. Iedereen met de trein is ook niet echt de oplossing. Althans, niet zonder hele grote investeringen. Daar komen we straks, denk ik, later in het programma nog op. Ja. Die mensen die nu met de auto gaan, zijn die dan achterlijk of zijn die dan dom? Nee, die mensen die nu met de auto gaan, die zijn eigenlijk heel rationeel, weldenkend. En die hebben ook het beste met de wereld voor. Maar we zien dat het aantal arbeidsplaatsen op snelweglocaties nog steeds toeneemt. En mensen zijn over de years gewoon altijd bereid geweest, of ze nou met de paardenkoets gingen of met de fiets of wat, om maximaal 1 uur en 8 minuten reistijd op een dag te accepteren. Dus als je dat weet, dat mensen een behoorlijke reistijd accepteren en dat het overgrote deel van het werk georganiseerd is op snelweglocaties. Maar er worden nog steeds dus van die treurige kantoorlocaties en van die oksels. Ja, dat is dus erg. Dat had ik ook niet gedacht. Want jij en ik zitten misschien in een hele duurzame bubbel. En jij en ik gaan gewoon met deze mensen om. En die komen hier ook op af. Die leven ook duurzaam. Maar het gros van de mensen, het valt mij altijd op. Ik rijd bijna nooit auto, maar als ik auto ren, Dus altijd maar werken, ja. En wat rijden ze allemaal nog fossiel? Ja, dan kom je erachter dat de wereld zoals die is helemaal nog niet zo duurzaam. Dus wij organiseren onze steden eigenlijk op een manier die helemaal niet duurzaam is. Tegelijkertijd gaan we met z'n allen veel meer in de stad wonen en willen we veel minder auto's in de stad. 75% van de Europeanen woont in de stad, maar de overgrote meerderheid wil minder auto's in de stad hebben. Dus hoe ga je dat dan organiseren? Nou, uiteraard, een plaatje speciaal voor Saskia. We willen natuurlijk liefst mobiliteit in de stad op de fiets. En daarom is het denk ik heel erg belangrijk om het woon-werkverkeer, dus de afstand die we afleggen naar het werk, om die eigenlijk heel goed beter pakken als wij de klimaatdoelen willen halen. Omdat het echt beïnvloedbaar is, het is behapbaar, het is schaalbaar. En daarom mijn pleidooi om daar wat dieper naar te kijken. En dat is dus, want de meeste discussies die gaan over mobiliteit en duurzaamheid. Die gaan over, moeten van die verbrandingsmotor af. En dan moet de elektromotor in. Ja. En we moeten wat voor deelstepjes we hebben en zo. Ja. Maar jij zegt veel minder, we moeten niet het vervoermiddel waar mensen hetzelfde op doen, moeten we een ander vervoermiddel maken. Maar we moeten mensen vooral iets anders laten doen qua vervoer. Nou, zeker. Ik denk dat het reisgedrag begint bij de voordeur. Hè? Dus op het moment dat je je hand in het sleutelbakje doet, dan heb je de keuze, pak ik mijn fietssleutel eruit of pak ik mijn autosleutel eruit. En welke sleutel jij pakt op het moment dat je naar je werk gaat, is heel erg bepalend door de plek waar jouw werk zich bevindt. En als je dat niet organiseert, dan blijven mensen in dat gedrag. We hebben niet de luxe om te wachten tot alles elektrisch is. Wij moeten gewoon hier en nu iets doen. En er is niks zo verneucratief als de stip op de horizon of het lange termijn perspectief. Want dan gaan we dus allemaal al die fossiele kilometers nog maar blijven maken totdat alles elektrisch is. Ja, die luxe hebben we niet. We moeten nu iets aan dat reisgedrag gaan doen. Ja, maar aan de andere kant, al die treurige kantoorparken van de rand van de snelweg weghalen, dat duurt ook even. Dat duurt ook even. Maar wist jij dat 61% van de forensen woont op minder dan 15 kilometer van het werk? Vond ik een verbazingwekkend getal. Ik dacht, dat is best wel een potentieel wat we kunnen aanboren. Als we daar wat meer op inzetten, op het woon-werkverkeer per fiets. Er zijn natuurlijk nu allerlei maatregelen nu, met leasefietsen en met positieve incentives. Dat kan. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat ook laagdrempelig in te steken. Dus niet meteen iedereen elke dag op de fiets. Maar begin eens 1 keer als het mooi weer is. Ja. Zo ben ik zelf ook begonnen te fietsen. En nu fiets ik gewoon door weer en wind altijd. Maar als je mij toen had gezegd, je moet door weer en wind altijd, dan had ik het niet gedaan. Nee, dus het gaat om een beetje de gestage druppel. En ook de goede omstandigheden creëren waarop mensen een reisgedrag kunnen en willen laten zien. Ja, oké. Okay. Nou. Die 40% is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Hè? Dus we hebben gezegd, 61% woont op korte afstand. Maar de mensen die verder weg wonen, die kunnen natuurlijk de meeste positieve klimaatimpact halen. Dus het is heel erg belangrijk om met bedrijven samen ook te gaan kijken hoe we die groep kunnen bewegen om op een andere manier te gaan reizen.
Nou, wat blijkt, heel veel bedrijven doen dit. Die doen actief aan een mobiliteitsbeleid. Die gaan hun kilometers verminderen, veranderen en vergroenen. We weten van heel veel bedrijven hoe de vergoedingen in elkaar zitten. We weten waar de mensen vandaan komen. Alle data is eigenlijk beschikbaar. Alleen we missen gewoon verbinding tussen de maatschappelijke doelstellingen die gehaald moeten worden. De bedrijven die daar op een koplopersfunctie hebben. En alle bedrijven die daar eigenlijk in mee moeten in die golf. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is om daar gewoon nu dus volop in te zetten naast infrastructuur. Want als je infrastructuur aanlegt, dat is hartstikke belangrijk. Maar mensen gaan nog steeds bij de voordeur dat sleutelbakje af. Ja. Nou, hier zien we gewoon even groen en rijp door elkaar een aantal mogelijkheden die bedrijven nu al hebben om hun mobiliteit te verduurzamen. Er ligt dus nog een enorm onbenut potentieel wat mij betreft om dit samen aan te pakken. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om de budgetten die we hebben voor klimaatimpact, om die ook goed in te zetten, om de samenwerking tussen werknemers, werkgevers en overheden, om die heel erg goed te gaan organiseren. En ik denk dat daar echt nog een heel groot onbenut potentieel ligt. We make the city. Ja, en dat te verbinden, hoe kan je dat doen? Waar begint dat? Nou, dat begint vaak bij wat ze dan noemen een mobiliteitsmakelaar. Dat is iemand die namens een regio of namens de overheid op een bepaalde locatie of rondom een bepaalde branche initiatieven die er al zijn eerst bij elkaar gaat brengen. Dus het netwerk formeren, een hele hoop kennis gaat uitwisselen. En vervolgens kun je kijken of je met pilots aan de gang kunt. Hè? Dus bijvoorbeeld met een pilot rondom deelfietsen. En een van de dingen die ik daar leuk vind om over te vertellen is dat wat daar gebeurde voorheen was vaak met als doelstelling om de bereikbaarheid bijvoorbeeld van een bepaalde bedrijvenlocatie aan te pakken. Bijvoorbeeld Papendorp in Utrecht of hier in Zuidas in Amsterdam. Er zitten natuurlijk heel veel bedrijven met fileproblematiek. Dus heel veel van dit soort initiatieven die zijn opgestart vanuit een bereikbaarheidsdoelstelling. En ik denk dat wij nu veel effectievere maatregelen kunnen gaan kiezen als wij echt een centrale CO2-doelstelling hierop gaan hangen. Dus dat netwerk is er, die pilots zijn allemaal wel geprobeerd. In grote lijnen is het wel bekend eigenlijk, hè, hoe mensen reizen en waarom. En welke kosten dat met zich meebrengt. Alleen er is nooit echt vanuit een centrale CO2-doelstelling naar gekeken. En die kans ligt hier, die bal ligt hier op de stip. Ja, en je hebt dus eigenlijk de bal ligt op de stip als je dus CO2 en bereikbaarheid en betaalbaarheid en blijheid bij elkaar op hoop geeft, dan eigenlijk hoef je, dat zijn geen commerciële vaten, maar die kun je in één klap samenpakken. Ja, dat is en-en. Ja. Oké, okay, nou we gaan eens eventjes naar Den Haag. Hebben we beeld erbij? Ja, dat wordt nu gezocht. Ja. Kijk, het werkt. Want nou, ja, inderdaad, wij we horen net, we moeten minder kilometers maken, vergaderen digitaal als het kan. Nou, dat doen we bij deze. Saskia Kluit van de Fietsersbond, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij bent in Den Haag, je bent ook Eerste Kamerlid. Waar moet je vanavond over stemmen? Nou, ik hoef niet te stemmen, maar ik moet wel in de Kamer zijn vanwege dat je je handtekening moet zetten omdat er voldoende mensen aanwezig moeten zijn, zodat het debat kan beginnen. Dus dat is een iets andere reden. Okay, maar je hoeft verder niet het woord te voeren vanavond? Nee. Oké, okay, je had eigenlijk ook gewoon via Skype mee kunnen doen. Nou, dat dan weer niet. Dat is, je moet er wel bij zijn voor het geval er wel gestemd moet worden plotseling, maar vaak gebeurt het niet. Oké, okay, nou, jij mag natuurlijk het woord niet voeren over mobiliteit in de Eerste Kamer, dat moet je scheiden. Maar vanavond willen we je hierover hebben, want de klimaatdoelstellingen, klimaatakkoord. De eerste vraag is gewoon, ja, nog een maand en dan begint het nieuwe decennium. Gaat dat het decennium van de duurzame mobiliteit worden? Ik ben er vrij pessimistisch over, eigenlijk. Waarom? Ik zat aan de klimaattafel mobiliteit, hè, dus als Danielle net zei, daar hebben we toen heel veel over gesproken. Als je nu kijkt naar de gesprekken die er zijn rondom de stikstofaanpak, dan vraag ik me af of wij wel snel genoeg gaan om in 2030 echt resultaten te boeken. Er worden toch overal waterstofstations gebouwd en bussen geëlektrificeerd. En er is nu een plan, je mag de leasefiets van het werk, die komt terug en groter dan ooit. Dat zijn allemaal goede ontwikkelingen. Ja, nou,
dat is zeker zo. Er zijn heel veel goede ontwikkelingen, maar dat wil nog niet zeggen dat je natuurlijk je doelstellingen haalt. Als je bijvoorbeeld kijkt wat gebeurt op elektrisch rijden, hè, wij hadden een opgave van 7,3 megaton. Heel veel mensen is het ontgaan dat het kabinet dat een beetje bijgeslepen heeft, zoals ze dat zelf zeiden, en financieel haalbaarder en draagbaarder hebben gemaakt. En dat de resultaat wat de mobiliteitstafel nu gaat halen, met de plannen die zijn aangepast door het kabinet, ongeveer de helft is van wat die 7,3 megaton is. Dat is maar de helft. Ja, ja. Danielle legt net uit, eigenlijk, je hoeft betaalbaarheid, bereikbaarheid, milieu en ook nog gewoon blijheid van mensen, kan heel goed samengaan. Een maatregel die goed voor de een is, is vaak ook goed voor de ander. Ja, daar ben ik het met Danielle echt ontzettend eens. Kijk, we hebben heel veel moeite gehad in het klimaatakkoord om de fiets als effectief instrument op tafel te krijgen. En de reden is dat de fiets is relatief nieuw. We doen dat natuurlijk al heel lang in Nederland, maar wij kunnen dat in onze modellen eigenlijk nog niet zo goed doorrekenen. En het modelmatig werken was aan de klimaattafel heilig. Ze hadden vrij veel moeite om echt modelmatig door te rekenen. Als je nou een fietspad aanlegt, hoeveel mensen gaan er daar overheen rijden? Als je een kilometer beprijzing aanpast, hoeveel mensen gaan er dan meer fietsen? Dus dat is vrij voorzichtig ingeschat in de tafel. Mijn persoonlijke overtuiging is dat de elektrische fiets een veel sneller alternatief voor de auto is dan bijvoorbeeld elektrisch rijden. Dus dat de echte versnelling best te realiseren is als je inzet op de fiets. En de reden is natuurlijk die e-bikes waar Danielle het ook over had, de leasefiets waar jij het ook over hebt. Maar ook dat mensen zich steeds meer realiseren dat onze leefstijl met al onze telefoontjes, iPads, weet ik het wat, die zorgt ervoor dat onze lichamen behoorlijk schade oplopen. Dat begint nu een beetje bekend te worden. Roken is het, of zitten is het nieuwe roken. In werkelijkheid is het nog ietsje schadelijker dan roken waarschijnlijk. En dan gaan we natuurlijk, als we dat wat beter tot ons laten komen, dit soort informatie, zullen we meer gaan fietsen om te zorgen dat we gezond blijven. Ja, en dat is natuurlijk een grote oplossing voor het. Dus 61% van de mensen woont op minder dan 50 kilometer van hun werk, kunnen dus makkelijk op de fiets. Maar ja, het regent ook wel eens. Nou, het regent bijna nooit. Dat is heel wetenschappelijk onderzocht door een meneer die 10 jaar lang zijn ritjes bijgehouden heeft. En het regent in 7% van de gevallen ongeveer. Dus, en dat steeds meer van die ritjes kan je ook nog eens voorkomen door even op buienradar te kijken. Dus dat is eigenlijk niet echt een goed argument meer. Plus, met de e-bike ga je natuurlijk sneller. Als je een speedpedelec hebt, ga je nog harder. En dan ga je vanzelf ook wel investeren in wat betere kwaliteit regenkleding. En dan eerlijk gezegd, dan kan het ongeveer een tornado zijn. En dan kom je toch nog redelijk droog aan. Ja, zoals in Noorwegen zeggen, je hebt geen slecht weer, je hebt alleen maar slechte kleding. Juist. Ja, ik heb in Noorwegen echt 2 weken beroerde kleding aangehad. Wat je heel veel ziet, heel veel investeringen in duurzame mobiliteit leiden tot een beter gebruik van de duurzame mobiliteit. Hè. Dus er zijn, als je de trein sneller maakt, gaan mensen verder weg wonen, zodat ze nog steeds een uurtje met de trein hoeven. Als je elektrische scooters en bureaus neerzet, dan gaan mensen in plaats van met de fiets, gaan ze met de elektrische scooter of de bureau. Die auto, die blijven mensen eigenlijk een beetje houden. Hoe krijg je mensen daar dan uit? Nou, ik denk dat we ons moeten realiseren dat zo'n 40% van de Nederlanders eigenlijk al helemaal geen toegang heeft tot de auto. Dus 40% van die Nederlanders die reist ook en die kan auto gaan rijden of die kan blijven doen wat ze nu doen. En we hebben een onderzoek gedaan samen met CE Delft en Milieudefensie. En daar zie je dus dat elke euro die wij nu nog in wegen steken veel minder rendeert dan wanneer je diezelfde euro zou steken in het fiets- en OV-netwerk. En de reden is dat dat vooral bereikbaarheid regelt voor die 40%. Maar ook omdat ons autowegennet eigenlijk al zo subliem is dat je daar helemaal niet mee in hoeft uit te breiden. Dus als je nou een grote slag wil maken, dan stop je met het uitbreiden van de wegen en dan stop je dat geld echt per morgen in andere dingen, namelijk het fiets- en het OV-netwerk. En als je die twee heel goed combineert, hè, dan heb je het over stallingen bijvoorbeeld, hè, waar je je speedpedelec ook durft neer te zetten, dan kan het fietsgebruik in het voor- en natransport nog enorm groeien. En dan krijg je ook vanzelf die 8 miljard kilometer wel omgekat naar iets anders. Als jullie dit inzicht hebben, en jij hebt dit inzicht, waarom is het dan geen beleid?
Nou, dat is echt wel, vind ik gewoon super frustrerend aan hoe wij werken. Wij kijken bij de klimaattafel, hebben we alleen maar gekeken naar wat wij weten en dat extrapoleren naar de toekomst toe. En we hebben ook helemaal niet gekeken naar andere maatschappelijke winst. Dus bijvoorbeeld 100 kilometer per uur, hè, we gaan dat dan nu doen vanwege de stikstof in, aanpak, maar dat gaat ook enorm veel files schelen, enorm veel doden op de hoofdwegennet schelen. Maar het gaat ook betekenen dat het trein- en fietsnetwerk sneller een concurrerend alternatief is. En we hebben bijvoorbeeld bij fietsen, elke euro die je in fietsen steekt verdien je dubbel en dwars terug als samenleving. Maar wij kijken niet of wij dubbel en dwars terug verdienen. Wij kijken alleen maar wat dat doet voor bereikbaarheid. Dus dat gaat ook over hoe definieer jij doelstellingen voor je mobiliteitsbeleid. En we gaan naar een mobiliteitsfonds toe, dat is al een enorm goede stap. Dus dan kijken we niet meer, we stoppen alleen maar geld in, we hebben een probleem op de weg, hoe gaan we dat probleem op de weg oplossen? We gaan zeggen, hey, we hebben een probleem met 15.000 mensen die in de file staan, hoe gaan we dat oplossen? En dus dan krijg je een veel bredere zoektocht naar oplossingen. Maar dat mobiliteitsfonds gaat pas in 2030 in. En vandaar ook dat ik vrees dat het komende decennium nog best een beetje stoeien en moeilijk blijft als het gaat over duurzaamheid. Want dat geeft nog heel veel investeringen die niet renderen op duurzaamheid. Ja, oké, ik ga eens even de zaal in. Zijn er vragen aan een van de dames? Of opmerkingen over dit punt? Kijk even, nou, ik zie u nog niet allemaal terug. Ja, daar gaan de eerste vingers omhoog. Ik heb een vraag aan Danielle. Over je, jij zegt net van, hè, we hebben hele netwerken en al klaar liggen projecten rond kantorenlocaties. Ik neem aan dat jij de bereikbaarheid, op het gebied van bereikbaarheid, hoe kun je dat dan inzetten op, om die duurzaamheidsdoelstellingen te halen? Je zegt van, dat kun je heel snel doen, dan ben ik benieuwd hoe je dat ziet. Ja, even kijken. Ja, pak die microfoon even bij, dan kun je... Ja, die gaat goed. Ja, bedankt voor de vraag. Het is een leuke vraag. Ik denk dat het heel erg... even nadenken hoor. Kan je nog één... Ik zat even met die microfoon. Je zei van... Kom terug. Ja, klopt. Die CO2-doelstelling is nooit echt centraal opgelegd. Dus er is heel veel gekeken met hoe kunnen we bedrijven activeren. Er is heel erg gestuurd op de hoeveelheid bedrijven die men dan heeft geactiveerd. En er is heel erg gekeken wat is de meest haalbare maatregel binnen een bedrijf. Maar de meest haalbare maatregel binnen een bedrijf is niet altijd de meest effectieve voor het klimaat. En ik denk als we die omslag gaan maken, dat we ook de iets pijnlijkere maatregelen wel durven nemen. Dat we daar echt nog heel veel winst mee kunnen halen. Want er zijn nu best wel veel netwerken bijeengebracht, pilots opgestart. Maar het vervolg is niet gemonitord, het vervolg is niet heel goed belegd. En daar moeten we echt nog veel harder op inzetten. Ja. Ja, maar we zien twee dingen. We zien enerzijds dat een deel van de opgave is vrijwillig. Hè? Dus netwerken zoals Anders Reizen, daar kun je als bedrijf gewoon bij aansluiten of niet. Dat kan je doen. Maar er komt nu ook van overheidswegen een verplichting voor alle bedrijven met 100 plus medewerkers om ook een eigen mobiliteitsplan te gaan maken. En daar moeten we ze natuurlijk absoluut, dat tempo moeten we gaan maken. Dus er zit een deel vrijwilligheid in. Vroeger was alles vrijwillig. Nu is er ook een deel verplicht. Dat deel verplicht. Ja, ik zag hier nog een vinger omhoog gaan. Komt even bij staan, ik kan u allemaal even zien. Ik wou twee dingen eigenlijk zeggen. Het heeft te maken met de voetafdruk. Want als we het al door hebben over elektrische auto's en over elektrische fietsen, dan moeten we ons eerst eens gaan afvragen of die elektriciteit wel groen is. Want als die dat niet is, dan schieten we er helemaal niks mee op. Niet met een elektrische auto en ook niet met een elektrische fiets. Oké, en de tweede? En de tweede, dat kwam al even te sprake, dat heeft met het vliegen te maken. Het verschil, dat is ook, heeft ook de voetafdruk van iemand die met het vliegtuig gaat en met een auto. Daar is pas bekend van gemaakt dat als je dat per persoon per kilometer gaat bekijken, dan gebruikt een vliegtuig wat vol zit ongeveer 3,5 liter brandstof per 100 kilometer per persoon. En voor een auto is dat 10 liter. Je moet goed naar die voetafdruk kijken. Saskia, ja, e-bikes, leuk, maar als we de grijze stroom in stoppen, gaan we er niet op vooruit, wordt hier gezegd. Ja,
Ja en nee. Het is toch energietechnisch is een auto zo zwaar dat als je een auto zelfs een elektrische auto vervangt door een e-bike, dat milieutechnisch nog best een goede prestatie is. Daarnaast worden de meeste e-bikes opgeladen gewoon thuis aan het stopcontact. En het overgrote deel van de Nederlandse huishoudens heeft groene stroom. Ik ben het alles wel met de meneer eens hoor. Van, kijk, de opwekking van duurzame energie, dat moet je natuurlijk wel ook versnellen. Er is ook bekeken van wat betekent dit nou hè, als je elektrische auto gaat rijden. Betekent of er één windpark op zee erbij, alleen voor de auto's. Tegelijkertijd hebben we die auto's ook nodig om... we gaan heel veel energie in onze steden opwekken met kleine windmolens, met zonnepanelen, met allerlei andere systemen. En dan zijn die auto's met dubbel laden, die dus kunnen laden en lossen, die zijn heel interessant om de energie op te slaan op momenten dat het niet gebruikt wordt. Okay, dus het kan zelfs een positieve, als je het slim inzet in je energie, en ook hier weer al zorgen dat alles met elkaar verbonden is. Ja, energiesysteemtechnisch zijn elektrische auto's misschien zelfs iets wat we echt nodig hebben. Tegelijkertijd, hè, op een van de eerdere avonden, ook op Pakhuis de Zwijger, hebben we wel gezien, van, er zitten wel serieuze vraagtekens bij die auto's, als je het hebt over bijvoorbeeld mineralen, hè, die in die voertuigen gebruikt worden. Ook die sector vernieuwt zich wel heel snel, en ontwikkelt zich heel snel, maar we hebben absoluut niet voldoende mineralen om alle auto's elektrisch te laten rijden. Dus dat is ook echt een aandachtspunt. Oké, okay, nou laten we even wat, kijken wat reacties uit de zaal. Mogen we het stemsysteem? Dan gaan we eens even halen. Meneer, komt u even staan, dan kunnen we je allemaal zien. Even correctie. Om alle Nederlandse personenwagens te laten rijden op windenergie zijn 11 grote windparken nodig. En dan nog inclusief opslag, dus daar komt nog een enorme waterstof en methaan of wat dan ook productie bovenop. Dat is 1 of 11, dat is een groot verschil. Ja, dat is wel een groot verschil. PBL heeft dit doorgerekend en die kwam uit op 1 windpark. Misschien zit dat dan in de grootte van de windparken waar u mee rekent en waar zij mee gerekend hebben. Dat weet ik niet. Maar, ja. Maar er moet in ieder geval wel flink bijgebouwd worden. Ik wil één opmerking maken sowieso in het algemeen over fossiele auto's naar aanleiding van wat u zei. Kijk, ooit is de gloeilamp afgeschaft in Europa omdat gloeilampen meer warmte produceren dan licht. En eigenlijk zou je hetzelfde kunnen zeggen over fossiel aangedreven auto's. Die produceren ook meer warmte dan vaart. En of je nou elektrisch rijdt met groene of met grijze stroom, de verbranding is zoveel efficiënter dat zelfs een grijze stroom aangedreven elektrische auto is nog altijd zo'n 30% zuiniger dan een fossiele auto over de hele looptijd, inclusief productie. Ja. Dus het is niet het einde natuurlijk, daar willen we niet stoppen, maar we willen dat wel even erbij zetten. Ja, meneer. Nou, dat laatste vergt nog een discussie apart. Ik heb probleem eigenlijk met je probleemanalyse. Je begint bij 24 miljard kosten voor de files. Ik vind dat geen goed startpunt. 26,6. Ik begin liever bij de 16 miljard kosten van de verkeersonveiligheid. En dan praten we nog niet over de externe kosten van milieu en energie die niet gedekt worden. Ons autosysteem is eigenlijk een waanzinnig gegroeid waterhoofd. 1/3 van de autoritten is al decennia lang aantoonbaar vermijdbaar. En ik zou dus liever willen bepleiten om dat veel meer aan te pakken. De te goedkoop zijn van ons autogebruik. Waardoor mensen rustig een reisafstand van 100 kilometer hebben met de gratis, behalve de bijtelling, leaseauto. Als je vooral de auto duurder maakt, dan komt de rest misschien vanzelf. Nog harder, ja. Ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ja, Saskia? Dit is eigenlijk een ontzettend goed punt. Als je kijkt, en Daniel zei dat ook al, mensen maken rationele keuzes. Met elektrisch rijden wordt het autorijden voor consumenten zelf goedkoper. Vreemd genoeg, hè, want ik rij al jaren elektrisch. Je gooit je tank vol. Voor een paar euro rij je half Nederland door. En om dan te voorkomen dat dat nog goedkoper wordt en nog makkelijker wordt, is wel afgesproken dat we gaan werken aan beprijzen. Hè? Dus de beprijzen per kilometer. Maar ja, daar zie je dan weer dat het kabinet dat ongeveer met lange tanden aan het voorbereiden is. En het is ontzettend belangrijk dat wij het beprijzen van die automobiliteit gelijke pas laten houden met de beprijzen van bijvoorbeeld de treinmobiliteit. Kijk, fietsen is natuurlijk allemaal verhaal. Dat is sowieso vele malen goedkoper dan autorijden of de trein. Maar ik ben dan zo'n eeuwige kortingskaarthouder van de NS. En ik ga binnenkort raak ik mijn 40% korting naar de spits kwijt. En de prijzen van automobiliteit gaat juist de hele andere kant op. En dit is wel het gesprek wat je met elkaar moet hebben.
Okay. Ja, dus ook, ik zit nu hier, hè, en jullie zitten daar. Kijk, dit is natuurlijk eigenlijk het beste. Ja, maar ik zeg, ik durf dat niet helemaal te zeggen, want wie weet wat voor energie die servers gebruiken. Dat weet ik niet voor zo'n gesprek, maar... We doen misschien de volgende editie helemaal vanuit zo'n greenscreen studio. Kunt u allemaal gewoon lekker thuis blijven, eigen biertje drinken. In de bel, we moeten naar het volgende onderwerp. Maar toch, misschien, jij zegt, als we nou de CO2-doelen en de mobiliteitsdoelen en de bereikbaarheidsdoelen en de betaalbaarheidsdoelen allemaal bij elkaar, wordt het eigenlijk alles versterkt elkaar. Je hoeft niet te kiezen. Is er iemand in de zaal die toch zegt, nou, dat vind ik wel een beetje te makkelijk? Nou, eigenlijk ik zelf al. Oh. Ja. Nou ja, ik heb gezegd, het kan elkaar versterken, maar ik ben wel heel erg voor dat je de CO2 als de centrale meetlat van al die initiatieven houdt. Want anders krijg je weer een soort versnippering van, ja, dit is wel goed voor de vitaliteit van mensen en dat is wel goed voor de bereikbaarheid. En dan heb je eigenlijk nog niet dat je de meest effectieve maatregel voor het klimaat voorrang geeft boven de meest leuke maatregel of de meest gezellige maatregel. Saskia, eens CO2 als basis of misschien de vitaliteit van mensen als basis nemen? Nou ja, ik vind dat dus echt van de modaliteit afhangen. Want specifiek voor het fietsen, dat heeft een veel grotere impact op de vitaliteit dan op de CO2. Het heeft ook een hele goede impact op de CO2, maar je verdient het gewoon terug op de vitaliteit. Dus hier zou je de business case veel eerder rond hebben door wat breder te kijken. Maar dat is weer anders dan voor auto's en voor treinen. Dus ik zou dat echt per keer bekijken. Danielle, kan dat? Tuurlijk, dat kan. Dat kan. Ja. Oké, tot hoe laat moet jij daar wachten of je misschien moet stemmen? Ik denk een uur of 10. Oké, nou, zoiets. De tijd gaan ook aan bier. En dan gaan we morgen weer door, hè? Morgen om 9 uur begint het allemaal weer. Ik benijd je niet. Hartelijk dank voor je deelname vanuit Den Haag. Dankjewel, Saskia Kluis. Dank jullie wel. Ja, Danielle, je hebt dit rapport nu gemaakt. Het is gepresenteerd aan de wereld. Wat hoop je dat het oplevert? Nou, ik hoop dat het heel erg veel vragen oplevert. Vooral van lokale en regionale overheden. Van hoe kunnen wij dit bij ons organiseren? Want er zijn echt initiatieven, die heb ik genoemd. Maar er zijn ook nog heel veel regio's in Nederland waar dit principe nog niet draait. We hebben heel mooie ervaringen met Sweco opgedaan in de regio Food Valley en de regio Midden-Nederland en in Groningen. Maar er zijn 29 regio's die nog niet per se binnen die oude bereikbaarheidsdoelstellingen vallen. En die willen wij graag allemaal gaan ontsluiten. Nou, dat lijkt mij een hartstikke mooi doel. We gaan je er heel veel succes bij wensen. Hartelijk bedankt. Dankjewel. Ook bedankt. Ja, en dan gaan wij nu naar het filmpje. We hebben een filmpje. Gaan we beginnen met het filmpje. Sail to the Cop. Dear world leaders, delegates and decision makers. We are Sail to the Cop, 36 young environmentalists from all over Europe with a message for you from the Atlantic Ocean. 2 months ago, we set sail from Amsterdam towards COP25 in Chile. Why? Because we are worried about the climate crisis and the impact that aviation is having on our planet. Aviation is already responsible for at least 5% of global warming, and passenger numbers are expected to double within the next 2 decades. This would pose a major threat for reaching the goals of the Paris Agreement. While most industries have clear strategies on how to reduce their emissions, aviation is still lagging behind. Halfway across the Atlantic, after weeks of sailing, we received the news that the location of the COP has changed. And now we're in fact heading the opposite direction. Unfortunately, the winds don't allow us to turn around. But we hope we can still change your course with this message. Listen to the youth. We have been calling and waiting, working and striking, and are now sailing for you to take action. We count on you to do what it takes to get all industries in line with the Paris Agreement. Because in this crisis, we're all in the same ship, and it's all hands on deck. Ja, dit filmpje. Lena Hartog, goedenavond. Goedenavond. Hoe laat is het bij jou? Ja, is het goed. Hoe laat is het bij jou? Ja, het is nu 4 uur ongeveer. Vier uur. En je zit op een aardige locatie zo te zien. Ja, ik dacht, ik laat even zien ook waar onze boot ligt. Dat is misschien leuk. Laat hem even zien. En dat kunnen jullie het zien, zo op de achtergrond? Ja, het is een beetje vaag, maar we zien een boot. In ieder geval... Weer mijn vinger. Ja. We zitten overdag de hele dag in een bar te werken. Maar ik ben net klaar met mijn werkdag, want bij jullie is het ook klaar. Dus ik dacht, ik ga lekker even hier zitten. Kijk, hartstikke goed. Waar zit je nu? Ja, ik zit nu op Martinique.
Kijk, dat lijkt me niet verkeerd. Maar ja, je had natuurlijk eigenlijk gehoopt om bij de klimaattop te zijn nu. Zeker, ja. Ja. Wat had je daar willen gaan doen? Wat had je willen doen op de top? Ons doel was om naar de top in Chili te gaan. Om daar aandacht te vragen voor de reizende emissies van de transportindustrie. Ik ga heel eventjes... Het begint ineens hier app te worden. Oh, ja. Te worden. Goed, ja. Oh, we zien je bijna wegspoelen live op televisie, ja. Ja. Ik dacht, ik voeg wat drama toe. Nee, ons doel was om naar de COP26 in Chili te gaan. Om daar direct met wereldleiders in gesprek te gaan over onze zorgen over de transportindustrie. En dat gingen we per zeilboot doen, want we dachten, we kunnen niet zeggen, mensen moeten minder vliegen en er moet beleid komen, maar zelf al vliegend komen. Juist. Dus dat was het plan. Kijk, en hoe lang doe je daarover, over zo'n boottochtje? Ja, 7 weken in totaal, bijna 2 maanden. Ja, ik heb ook een zusterbedrijf van mijn eigen bedrijf in Oeganda. Lijkt me heel leuk om met de boot te gaan. Maar ja, ik moet soms de ene dag daar werken en de volgende dag weer hier. Dat is toch niet voor iedereen een alternatief? Nee, zeker niet. Ons zeilen is ook vooral een manier om te laten zien dat wij zelf bereid zijn om anders te reizen. En een manier om 7 weken lang te werken aan een visie voor hoe de transportindustrie anders kan. Maar wij willen juist naar die COP en we zijn nu ook op een andere manier aanwezig gaan bij de COP om haalbare, aantrekkelijke, betaalbare alternatieven te vinden. Dus dat gaat vooral over treinen, over fietsen en zeilboten spelen daar een kleine rol in. Juist. Op en toe kwam dus dat bericht in Chili, daar zijn te veel rellen, dus hebben ze de COP verplaatst naar Madrid. Hoeveel stoelen zijn er bij jullie door de lucht gevlogen? Ja. Nou, er vloog verder niks door de lucht, gelukkig. Maar het was wel echt een grote schok voor het hele team. We volgden het nieuws al langer, maar dat het echt in één keer afgezegd zou worden was best wel een verrassing. Dus we hebben onszelf moeten herpakken. We zijn gewoon gaan nadenken van oké, wat was het doel, wat was de missie? En zijn er toch andere manieren dat we bij die COP aanwezig zullen zijn? En het was al heel snel duidelijk dat niemand wilde gaan vliegen, want dan zou een beetje onze hele boodschap weg zijn. Juist. En wat is dan de... er wordt hier geknipt onder woordschap boodschap. Wat zijn de toch wat positieve conclusies die je hebt kunnen trekken van jullie project? Nou, eigenlijk de meest positieve conclusie kwam toen we op zoek gingen naar mensen die voor ons naar de COP wilden. Want we dachten, wij kunnen er zelf niet meer op tijd zeilend bij zijn. En we kregen al van alle kanten mailtjes en appjes voor zeilboten of opties. En toen op een gegeven moment dachten we, wat als we... nou jongeren in Europa vinden, die in plaats van ons onze stem daar gaan verkondigen. En toen vonden we eigenlijk binnen 2 dagen kregen we 40 aanmeldingen van mensen die vrijwillig 2 weken naar Madrid wilden gaan. Daar hebben we 20 mensen uit gekozen en die zijn nu voor ons op de COP aan het pleiten. Dus dat was voor mij de meest positieve boodschap. Soms hoef je niet zelf ergens fysiek aanwezig te zijn om alsnog je stem te kunnen laten horen. En jullie zijn op zoek gegaan naar alternatieven voor vliegen die leuker en beter zijn. Maar ja, eigenlijk alles duurt vooral langer. Is misschien heel leuk om op zijn boot te zitten. Wat voor oplossingen heb je daarvoor? Voor mensen die gewoon een beetje haast hebben? Sorry, ik verstond de laatste vraag niet. Wat heb je voor oplossingen voor mensen die gewoon een beetje haast hebben om ergens te komen? Nou, gelukkig in heel veel gevallen duurt het echt helemaal niet zoveel langer om met de trein ergens naartoe te gaan. Dat is ook een van de grootste misvattingen over vliegen. Want mensen rekenen vaak de tijd helemaal niet mee dat je ook op het vliegveld moet zijn en verder... En iets anders is het anders zien en anders beleven van de tijd onderweg. Wij hebben aan boord heel veel kunnen doen, een visie kunnen schrijven, een rapport kunnen maken. En we horen eigenlijk hetzelfde van mensen die werken in de trein. Dus een van onze oplossingen is bijvoorbeeld echt heel veel gaan investeren in nachttreinen in Europa. Dat is eigenlijk een soort teleportatie. Je valt slaapend in slaap, je komt 's ochtends ergens aan en intussen is er eigenlijk niks gebeurd. Dus nachttreinen, werken in de trein, anders nadenken over de reis en die beter gebruiken. Juist. Hoe ziet jouw reis er verder uit? Hoe lang mag je hier nog blijven? Ja, nou, we blijven hier tot de COP klaar is. Dus wat goed is tot donderdag, misschien loopt die uit tot vrijdag. Dan zeilen we door naar Colombia, omdat daar veel mensen een cargo ship, een container ship, terug hebben geboekt. En mijn plan is nu om daarna door te gaan over land naar Amerika, om dan op Amerikaanse universiteiten nog meer mensen voor dit projecten te gaan werven en onze beweging groter te bouwen. Oké, nou, ik ga zelf op vakantie naar Colombia en Panama. En pas nadat ik mijn vlucht naar Colombia geboekt en vanaf Panama weer teruggeboekt had, kwam ik erachter dat je helemaal niet over land kan. Dus ook ik ga een stukje met de boot. Maar ik ga wel erheen vliegen, misschien kom ik je tegen.
Hartstikke goed. Alle kleine stapjes helpen. Elk jaar een beetje beter. Ja, ik ga in ieder geval geen binnenlandse vlucht doen. Goed, ik wens jou nog ontzettend veel plezier. En ik hoop dat jullie mooie conclusies hebben. Waar we ook uiteindelijk plezier mee gaan hebben. Dankjewel. Super, dankjewel. Fijne avond. Fijne avond. Ja, je kan een Amsterdammer wel naar Delft halen, maar hoe haal je natuurlijk het Amsterdam uit de Amsterdammer? Dat geldt ook voor Maarten. Hij studeert aan de TU in Delft, doet daar technische bestuurskunde. Maar natuurlijk wilde hij zijn afstudeeronderzoek doen over de enige stad die er echt toe doet volgens hem, Amsterdam. Hij zag hier de enorme mobiliteitsopgave die er lag. Daarbij houdt hij ook nog eens van boten. Hij dacht, daar moet een oplossing in zitten. Maar, en je hebt een heel mooie naam ook nog. Maarten Roosmalen Nepveu. Is dat hem? Kansen voor logistiek over water. Wat een leuke brug, van zeilen naar stadslogistiek. Ja, zo, het is een klein stukje. Ik moet zitten, hè? Ja, ja. Maarten, jij doet onderzoek voor je studie, je afstudeeronderzoek. Dat klopt inderdaad, stadslogistiek over water, daar ga ik het ook over hebben. Ik zit op het moment midden in mijn onderzoek dat ik doe voor de master technische bestuurskunde aan de TU Delft. En dat neem ik graag met jullie door. Ik heb een PowerPoint voorbereid. Oh. Je moet nog ietsje dichterbij. Nog ietsje dichterbij. Ja. Nou, dat komt helemaal goed. Juist. Jij wilt het niet alleen gebruiken om wat te vertellen aan deze mensen. Dat klopt. Jij wil ook wat weten. Ja, ik wil wat weten. We hebben een aantal vragen weer met de Mentimeter, geloof ik, die we na de presentatie graag doen. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dan na de presentatie denken over de mogelijkheden voor stadslogistiek over water. Ja, en wat ga je daarmee doen met die antwoorden? Dat is een hele goede vraag. Ik doe onderzoek naar de mogelijkheden en de publieke opinie is uiteraard erg belangrijk. Ik heb veel gesprekken gevoerd en kom tot allemaal factoren waarvan mensen zeggen, nou, stadslogistiek over water, goed idee, minder goed idee, maar wellicht dat jullie vanuit de zaal ook punten hebben waar ik nog helemaal niet goed over heb nagedacht. En daar ga ik dan de komende weken weer verder mee aan de slag. Ja, want echt een representatieve steekproef van de Nederlander heb je hier niet. Het zijn allemaal hele mobiliteitsminnende mensen, maar misschien ze wel creatieve ideeën voor precies, je hebben. Precies. Oké, nou laat ons eerst eens even zien wat je allemaal al bedacht hebt. Je kan hem zelf doorklikken. Ik kan hem doorklikken. Ja. Ah, kijk aan. Nou, stadslogistiek over water, een ontzettend actueel onderwerp. Ik hoop daarom ook naast mijn afstuderen bij te dragen naar het op een duurzame manier toekomstbestendig maken van Amsterdam. Ik heb daar, voor mijn onderzoek heb ik daar drie middelen voor. Allereerst kijk ik naar welke onderzoeken eerder zijn gedaan. In Parijs wordt bijvoorbeeld veel gedaan. Op de tweede plek praat ik veel met experts, veelal met personen die nu in Amsterdam bezig zijn met vervoer over water. En als ik dat gedaan heb, dan ga ik uitrekenen wat het eigenlijk betekent als we meer gaan vervoeren over water. Ik ga die effecten doorrekenen, wat kunnen we daarmee bereiken? Maar voordat ik dat allemaal kon doen, moet ik natuurlijk wel een goed beeld hebben van stadslogistiek in Amsterdam. Nou, stadslogistiek in Amsterdam. Eigenlijk gaat het over het vervoer van alle goederen binnen de stad. En in grote mate hebben we het dan over het leveren van bouwmaterialen, dat zie je rechtsboven. We hebben het in grote mate over het bevoorraden van de horeca, de winkels en de supermarkten. We hebben het over de steeds verder toenemende pakketbezorging in Amsterdam. Maar we hebben het ook over het vervoer van de spullen waar we genoeg van hebben, al het afval. Nou, dan kijk ik graag met jullie naar het plaatje boven middenin. Daar zien we een vrachtwagen van een horecaleverancier, een paard en wagen en een rondvaartboot. Sinds de 19e eeuw, toen de auto opkwam, die heeft eigenlijk al het vervoer dat over water is gegaan en over het vervoer met paard en wagen verdreven. Het gaat nu op een hele andere manier. Namelijk veelal met bestelbussen en vrachtwagens. Je ziet ook in steeds toenemende mate de cargo bikes en de elektrische voertuigen. Dat is een ontzettend goede ontwikkeling op het moment dat die cargo bikes en kleine elektrische voertuigen die PostNL, die dieselbus, vervangen. Maar dat kan niet altijd. Kijk nou bijvoorbeeld naar die... De microfoon gaat goed, hè? Ja. Je kunt niet alles met die cargo bikes en kleine elektrische voertuigen vervoeren. Kijk bijvoorbeeld naar de materialen die daarboven op de bouwwagen staan. Bouwmaterialen, grote hoeveelheden, rolcontainers, afval. Dat gaat niet makkelijk in zo'n elektrisch voertuig. Daar linksboven is geloof ik iets misgegaan, maar nu kunnen we wel mooi zien wat er allemaal in past. Oké, er gaat dus nog ontzettend veel met bestelwagens en vrachtwagens. Zo'n 5000 vrachtwagens per dag in Amsterdam en zo'n meer dan 20.000 bestelwagens. Als je dan bedenkt dat 400 jaar geleden perfect, helemaal goed. Ik kijk ook steeds naar het scherm. Als je bedenkt dat zo'n 400 jaar geleden die weginfrastructuur, de kades, de bruggen,
is berekend op paarden en wagens en niet op die enorme hoeveelheid vrachtwagens en bestelbussen, dan kan dat toch eigenlijk helemaal niet goed gaan. En dat gaat ook helemaal niet goed. We kennen, als we het over stadslogistiek hebben in Amsterdam, 3 grote problemen. Op de eerste plaats hebben we die sinkholes, de kades en bruggen die op instorten staan. Levensgevaarlijk als je daar dicht in de buurt staat. En bovendien zorgt het repareren daarvan voor allemaal verkeershinder. Op de tweede plaats hebben we congestie. Het wordt steeds lastiger om hier in Amsterdam te verplaatsen. Het duurt langer. En met het idee dat het alleen maar drukker wordt, wordt het er niet vanzelf beter op. Nou, op de derde plaats hebben we ook de luchtvervuiling. Daar willen we wat aan doen. Daar spelen die kleine elektrische voertuigen een goede rol mee. Maar de gemeente neemt nog meer maatregelen. En juist die maatregelen die beïnvloeden de kansen voor vervoer over water aanzienlijk. En dat zou ik graag met de volgende animatie met jullie doornemen. We hebben het dan over de strengere naleving van de 7,5 tonzone. Die zet de gemeente in om te voorkomen dat die zware voertuigen over de kades en bruggen rijden. Nou, de animatie. We hebben Amsterdam en het prachtige waternetwerk. Op dit moment rijden dus nog ontzettend veel vrachtwagens door de binnenstad. Daar willen we vanaf. Hoe gaan we dat doen? Die strengere naleving van de 7,5 tonzone. Die willen we er niet meer in. De grachtengordel gaat als het ware op slot. We hebben een 7,5 tonzone, maar die goederen die moeten nog steeds van dit punt naar dit punt. Waar nu ontzettend veel over na wordt gedacht, is hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk met kleinere voertuigen van dat punt naar de binnenstad. We hebben net al gezien dat niet alles met die kleine voertuigen te vervoeren is. Maar toch even laten zien wat als we dat zouden willen doen. Nou, ontzettend veel cargo bikes en bestelwagens. Waar vroeger de boot vaak werd vergeleken met die grote vrachtwagen, moet je ze nu eigenlijk vergelijken met het vervoer met al die kleinere bestelbussen of met de boot. Er ontstaat dus eigenlijk een nieuwe business case. En je zou dus ook met de boot kunnen vervoeren. Dat is, je rijdt met een vrachtwagen tot de rand van de stad, je vervoert met de boot. En dan hebben we in ieder geval een heel groot deel van die bestelbussen niet meer nodig. Nou, ik ben in mijn onderzoek aan het uitzoeken of dat schoner is. Bij voorkeur hebben we elektrische boten, dus ja, dan zou het best schoner kunnen zijn. Is het ook sneller? Dat is een lastige. Maar als je met een bestelbus vaker heen en weer moet rijden en met de boot maar 1 keer hoeft, bovendien tot helemaal in de binnenstad kunt komen, nou, wellicht wel. Is dit goedkoper? Dat ga ik ook uitrekenen. Maar zelfs al blijkt dat dit schoner, goedkoper en sneller is, dan ook moeten de mensen die uiteindelijk het vervoer gaan doen, daarvan overtuigd worden. En hoe doe je dat? Dat is niet makkelijk. Op dit moment is er een klein percentage vervoer over water in Amsterdam. Wellicht wat voorbeelden die jullie zien. En uit de gesprekken die ik heb gevoerd blijkt dat er eigenlijk 3 dingen zijn die het uitbreiden van dit vervoer over water vermoeilijken. Op de eerste plaats hebben we daar duidelijk beleid vanuit de gemeente voor nodig. Dat laat nu op zich wachten. Op de tweede plaats hebben we technologie nodig, of duidelijkheid over de technologie die je het best kunt inzetten om die goederen van de boot op de kade over te slaan. Maar ook om dat laatste stukje van de kade naar de klant te realiseren. En op de derde plaats hebben we de gedragsaanpassing nodig van logistieke partijen die nu het vervoer doen. We hebben het dan over de mogelijkheden tot samenwerken, we hebben het over de mogelijkheden voor bundelen, maar ook over het kunnen aanpassen van het bestelgedrag van de klant. Hoe kun je dat nou toch, zolang die 3 dingen eigenlijk om elkaar heen blijven draaien, staat goederenvervoer over water een beetje op de handrem. En daar kun je wel wat aan doen, namelijk met pilots. Pilot, heb je geen lange termijn beleid voor nodig? Je kunt uitstekend kijken welke technologie je nou het best kunt gebruiken. En op de derde plaats zijn veel partijen die je mee moet krijgen wel bereid het een keer te proberen. Dus wat stel ik voor? Een pilot op de Nieuwmarkt. De Nieuwmarkt die valt precies binnen die 7,5 tonzone waar je straks niet makkelijk met zware vrachtwagens kunt komen. Je hebt bovendien ontzettend veel horeca en maar heel weinig interactie met overig passagiervervoer. Ik ben daarom met verschillende partijen nu aan het kijken hoe we die pilot echt kunnen realiseren. Dat is voor mijn onderzoek leuk en wellicht een hele mooie stap naar meer stadslogistiek over water. Super vet. Ja, dan krijg je applaus. En hoe moet ik die pilot voor? Wat wil je hebben daar? Dus er moet een steiger zijn? Inderdaad, de laad- en loslocaties die nu op veel plekken ontbreken, worden heel vaak genoemd. Ja, ik moet wel kunnen laden en lossen, ik moet daar de ruimte voor hebben.
Je hebt een boot nodig. Uiteraard, we hebben een boot nodig. Die 1% die ik liet zien van partijen die goederen vervoeren, dat is voornamelijk de bouw. Nou, er wordt niet altijd gebouwd, dus de boten die daar al voor bestaan, die zou je eigenlijk ook willen kunnen inzetten voor afval, maar bijvoorbeeld ook voor die horecadistributie. En dat is natuurlijk juist dan tijdens de grote bouwvak, dan is het natuurlijk, horeca heeft het extra nodig. Dus nou, boot, kade hebben we. Ja, dan nu, mensen die iets in jouw boot willen stoppen. Mensen die iets in mijn boot willen stoppen. En dat is een lastige. Nou, voor de bouw gaat het al redelijk goed. Er zijn dus een aantal bouwprojecten die dat succesvol doen. Wat bij de bouw een voordeel is, dat de gemeente vaak de aanbesteder is. Dus die kan het simpelweg eisen. Dat is niet zo voor de horeca. Maar je ziet nu ook dat, om dat eens laten zien dat het best goed gaat via water, dat je extra ruimte hebt om de gracht, om die bouwmaterialen te stallen, dat ook wanneer de gemeente niet aanbesteder is, er gebruik wordt gemaakt van dat vervoer over water. Ja. Maar goed, we hebben dit sluit heel mooi aan. In de vorige editie hadden we Walter Proost van Amstel en die zei, inderdaad, ook al maken we alle busjes zero emission, dan nog, ze nemen ruimte en ze zijn gevaarlijk, dus ze moeten kleiner en ze moeten schoner. Maar die zei ook, het is vooral de horeca. Daar zitten de grootste bewegingen, want iedereen moet tegenwoordig lokaal geleverd hebben. Dus je hebt de wijn van die boer en de kaas van die boer en je hebt de cola weer van iemand anders. Elke dag komen er allemaal dingetjes bezorgen. En elke plek waar je een koelkast hebt staan, daar kan je geen tafeltje meer zetten waar klanten zitten. Dus al die mensen laten 2 keer per dag de wijnboer 2 flesjes wijn bezorgen, zodat ze geen opslagplaats nodig hebben. Dus als jij met de horeca aan de slag wil, dan moet je dus met een... Nou, al die verschillende horeca-uitbaters, die moeten bij jou het komen halen. En inderdaad, wijnhandel, het slobbertje, en de rozijnenhandel, het rozijntje, die moeten allemaal bij jou, op die boot komen leveren. Ja, dat klopt inderdaad. En daarom is het allereerst belangrijk dat de horeca-ondernemers zelf zien of zien dat het te druk is in de stad. Mooi is op de Nieuwmarkt dat de ondernemersvereniging zelf heeft gezegd, we willen van die enorme vrachtwagens die nu gebruikt worden voor de horeca, daar willen we van af. Die staan voor ons, die staan voor de etalage, dat willen we niet meer. Bundelen is daarnaast een ontzettend belangrijk punt. En je geeft al aan dat andere assortiment, vroeger was alles bier en fris, dat was makkelijker in bulk te vervoeren. Maar je moet gaan bundelen. En natuurlijk hoef je niet alle producten met de boot te gaan vervoeren. Dat is een misverstand dat er vaak is. Laten we nou een knip zetten op die bulkhoreca. Je hebt ontzettend veel fusten, Fanta, Cola. Dus op zich, als je in Amsterdam, als je met Heineken en Nutella een deal maakt, dan heb je de helft van de horeca al... Exact. En een hele mooie is waar ik nu mee aan de slag is de brouwerijen. Die zitten veelal al aan het water. Die zouden natuurlijk heel goed naar dat westelijk havengebied kunnen. En dan tot ver aan in de binnenstad kunnen varen. Ja, en de andere vraag is dus waar, want jij moet dus, het wordt afgeleverd op de Nieuwmarkt. Waar ligt die boot, op welk verzamelpunt, waar toevallig de Heineken en de Nutella fabriek staan, om het erop te zetten? Of komen die allemaal eigenlijk van andere plekken? Je bedoelt op de Nieuwmarkt het losse... Waar wordt die boot volgeladen? Met waar wordt die bulk erop gezet buiten dat 7,5 ton gebied? Ja, daar had ik een mooie animatie voor. maar die komen allemaal vanuit dat plekje. Dat is nee, op dit moment nog niet. Maar feit is dat je dus straks niet meer met een zware... Daar bij de A5. Zijn een aantal geschikte plekken waar je die bundeling dus kunt doen. Maar het belangrijkste is dat je dus straks niet meer met een zware vrachtwagen die binnenstad inkomt. Maar goed, het maakt op zich of dat nou daar of daar komt. Nee, dat maakt in principe niet uit. Maar het is zo mooi om dat zo dicht mogelijk bij die A10 te doen. Dat zou mooi zijn. Want er zijn dus ook nog heel veel vrachtwagens die maar een klein deel lossen en weer doorgaan. Die wil je er eigenlijk van overtuigen om een deel te lossen en meteen weer die A10 op te gaan. Hoe vaak moet jouw boot gaan varen om... Is 1 keer per dag, 1 keer per week, om het een beetje bij te kunnen doen? Kijk, theoretisch zou die op de Nieuwmarkt helemaal niet zo vaak hoeven varen. Ik ben nu aan het uitrekenen hoeveel rolcontainers daarin gaan. Het probleem is dat bestelgedrag van de klanten. Omdat veel verschillende leveranciers de hele tijd aanbieden dat je vandaag kunt bestellen, morgen in huis, maken ze die logistieke puzzel voor zichzelf ontzettend moeilijk. En wanneer je daar niet meer aan kunt voldoen, dan kiezen ze er eigenlijk voor om naar een nieuwe leverancier te gaan. Dus ook het besef bij de afnemer moet ervoor bestaan dat je slimmer samen gaat bestellen. Okay, nou goed, ik zie een hoop potentie, ik zie ook nog wel wat hobbels. Wat wil je weten van het publiek hier? We hebben geloof ik de Mentimeter vraag. Wat nou de rol van de gemeente... Leuker. Eerst eens eventjes, wat is nou het probleem wat we gaan oplossen? Je vertelde al goed dat ik zelf op het moment in Delft en Den Haag zit. Dus hoe goed ben ik eigenlijk op de hoogte van die drukte in Amsterdam? Ja, dus je mag op een schaal van ik merk er niks van tot het is een episch probleem. Mag u aangeven in welke mate de drukte in de binnenstad ervaart, vervuilde lucht, geluidshinder, afgesloten kaders door onderhoud.
En eigenlijk als tenminste één hiervan, nou eigenlijk als, oh, op schaal, dus eigenlijk als twee hiervan boven nou, een vier of hoger scoren, dan is eigenlijk de boot de enige oplossing eigenlijk. Want kleine busjes kunnen natuurlijk ook wel de vervuilde lucht stoppen, maar heb je nog steeds drukte in de binnenstad. Ja. Oké, dus de, nou, die kaders hebben mensen hier wel last van, want ja, mensen gaan toch niet zo vaak met de boot. Maar de drukte in de binnenstad, dat vinden mensen hier wel echt een apocalyptisch probleem. Ja, dus daar is, is inderdaad een, de boot... Daar is winst halen en daar is de boot uitermate geschikt voor. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we eens... er komen nog een paar mensen binnen. Je krijgt helemaal een Excel-sheet met alle... Kan je allemaal berekeningen op los gaan laten. Dan gaan we eens naar de volgende vraag. Ja, is het een goed plan of niet? Nou, dan mag ik maar zeggen. Je mag kiezen uit... Ja, ik vind het een goed idee... Even nog wat vragen over, kan het wel? Je hebt misschien zeggen, nou, het hangt vooral af hoe het werkt. Of je zegt, daar geloof ik niet in. Ik had al een beetje voorspeld, dit is niet een heel A-selecte steekproef die we hier hebben. Ja. Maar goed, je kan wel zeggen, de mobiliteitsshow mensen zijn het met mij eens. Dan is het een goed idee. Dit is wel een, echt een select gezelschap. Ja. Nou, er zijn nog een paar mensen die zich er wat afvragen. Daar gaan we zo eens even aan vragen... Wat ze dan wat ze willen. En dan gaan we naar de volgende. Ja, wat moet de gemeente doen om het... Wat moet de gemeente doen, hè? Dus... Ja, een belangrijk punt is dat verschillende partijen nu op elkaar aan het wachten zijn. Dat de gemeente in de vaarnota 2, die ze laatst deels gepubliceerd hebben, ook al heeft gezegd... Wij willen dat vervoer over water wel stimuleren. Maar marktpartijen, kom maar, hoe moeten we dat dan gaan doen? Dus wat moeten ze dan doen? Ja, wat moet de gemeente doen? Oké, nou, terwijl mensen die je invullen, moeten een beetje multitasken, want ik kom ook nog een andere vraag gewoon analoog aan u stellen. En dat is de vraag, ja, welke tips heb je? Kijk, er komt een mooie woordcloud binnen. Wie heeft er een mooie tip voor Maarten? Die zegt van, nou, je moet dat niet vergeten, daar aan denken. Of een vraag van, ik zit hier ergens mee. Ja, wat ik heel leuk vind bij hem, dat hij de A10 als overslagpunt ziet. Niet het Amsterdam-Rijnkanaal. Want als hij dus echt denkt in water, dan zou ik dus ook... Vanuit buiten dingen, als je echt de vrachtverkeer wil verminderen, ook van buiten de aanvoer over water zoveel mogelijk doen, niet over de weg. Dat is het eerste. Dat is, ja. En het tweede punt is, ik vind dat de gemeente het voorbeeld moet geven, dat hebben ze vroeger gedaan bij het afvalverwerking, want dat doet de gemeente. Dat weten we nu langzamerhand, omdat die installatie af en toe stilstaat. Nou, als de gemeente echt zelf het goed voorbeeld geeft om opnieuw het afval over water te doen, dan is dat een veel sterkere stimulans voor mij als bedrijf, zou ik dat zeggen, dan wanneer de gemeente zegt, los jullie het maar op. Dan denk ik als bedrijf, ja, als je het zelf niet doet, wat is dat ervoor voor? Okay, nou, maar het is met het eerste punt, hè? Dus de Heinekenbrouwerij... Okay, het eerste punt, inderdaad, dat is een heel goed punt. Je hebt eigenlijk twee dingen. Je hebt vervoer over water binnen de stad en je hebt vervoer over water naar de stad. Ik kijk expres naar vervoer over water binnen de stad, omdat ik denk dat dat het meest complex is. En als dat lukt, dan kunnen we ook met grote schepen naar dat westelijk havenpunt. En dat gebeurt ook al redelijk. Juist. Oké, okay, dus dat... Precies, dus de moeilijkheid van het onderzoek, kunnen we ook die last mile, kunnen we dat ook over water doen? Ja, en dan misschien nog de last mile, en dan moet je nog een paar meter naar het café. Precies, en dat is ook lastig, ja. Maar daar worden ook verschillende onderzoeken naar. Maar hoe ga je dat doen? Want het komt er van die boot af, dan gaan we dan rond. Nou, waar ik kijk, voor de Nieuwmarkt kijk ik heel erg naar de horeca. En wat het mooie is van horeca bulk, dat staat vaak op rolcontainers, dus... Die kun je rollen gewoon naar de klant. Lopend, hoeft geen ding meer bij. Dan, dan hadden we nog dat tweede punt. Kan die boot via ook afval mee terugnemen naar de A10 en daar in een vuilverbranding stoppen? Ja, daar zijn we dus nu flink naar aan het kijken. Er gaan dus al boten die bouwmaterialen vervoeren. Er wordt al afval opgehaald. En welke stroom krijgen we naar die stad in? En ik zou graag zien dat de horecabulk is. En dan afval en ballage mee terug. Ja. En denk jij, op die manier krijg ik mijn business case rond? Of denk je, op die manier krijg ik hoofdpijn? Ik denk zeker dat je die business case daarmee rondgaat. Maar dat hangt alles af van hoe streng die 7,5 ton zonne wordt nageleefd. En we hebben natuurlijk ook programma Autoluw. Er komen straks een aantal wijken, als het goed is, die autovrij zijn. Daar kom je dan simpelweg niet meer met je bestelbus of de vrachtwagen. En dan zou het heel mooi zijn als je daar straks nog wel met de grote boot in kunt komen. Juist. Goed, kijk, zijn er nog meer vragen of opmerkingen? Ja, hier achterin. Oh, je moet even de microfoon, anders kunnen de kijkers thuis u niet volgen. Oké. Okay. Bent u wel eens in Amsterdam in het centrum met een boot geweest? Ik kom uit Amsterdam en ik heb jarenlang met mijn kleine grachtenboot. Dus u weet hoe druk het is met rondvaartboten. En als je daar tussendoor wil varen met vrachtschepen, nou...
Prettige wedstrijd, ja. Dat is een heel goed punt en ik had gehoopt dat die vraag gesteld wordt. De piekmomenten van die rondvaartboten die vallen helemaal niet samen met de piekmomenten van het leveren van de horeca, maar ook niet voor de bouw of dat afval ophalen. Bovendien, de dagen dat het echt heel druk is op de grachten, dan hebben we het eigenlijk maar over... We hebben het helemaal niet over zoveel dagen. Dat zijn die feestdagen en die hete dagen in de zomer, in het weekend. Maar de interactie met passagiervaart, die valt reuze mee. Oké. Ja, ik heb Maarten regelmatig gesproken. En dat is een vraag die inderdaad heel vaak voorkomt. Maar wij varen dagelijks op het water. En we herstellen de kadermuren ook. Die nu inderdaad... Wie bent u? Wij van PK Waterbouw, dus waterbouwbedrijf. Maar daarnaast zijn we Soef City begonnen als watertransporteur. Ja. En het gaat inderdaad, het gaat niet synchroon. 'S Ochtends om 7 uur liggen de bakken er al met alle goederen. En dan moet het uitgevend worden over de weg. En rond een uur of 10, 11 worden eigenlijk de toeristen wakker. Hun roes uitgeslapen. En dan komen de peloton aan rondvaartboten. Dus het is een terecht punt. Alleen het loopt niet synchroon aan elkaar. Maar goed, waarom neem je niet als een pilot een rondvaartboot? Dat is een heel goed punt. Dat zou het allermooiste zijn dat de rondvaartboten ook goederen gaan vervoeren. Maar op het moment dat die moeten aanleggen en die pakketjes moeten wachten, dan hebben ze misschien wel 1 rondje minder met 1000 toeristen of 100 toeristen. En dat kost ze dan zoveel. Dus dat is lastig. Soef City, wat is dat? Dat is 100% wat Maarten nu schetst. Spulletjes zoals bouwmaterialen, afval en goederen over het water. En dat doen we eigenlijk al heel lang. Alleen dat is minder dan 1%. En waarom werkt het nog niet optimaal? Dat heeft puur met de pijn te maken. De pijn die nu steeds groter wordt, dus namelijk die kadermuren die omkukelen. En dat is voor het eerst dat het echt interessant wordt. 7 ton, daarvoor was het echt een schreeuwer in de woestijn. Van het kan ook over het water, maar het is over de weg praktisch gratis. Is Maarten zijn pilot nou een beetje mosterd naar jullie maaltijd? Of kan hij nog wat uitzoeken waarvan je denkt, ja, dat is nog wel leerzaam? Nee, buitengewoon belangrijk. Dus dat komt nu op het juiste moment. Hartstikke mooi. Nou, die kan je meenemen. Maarten, wanneer moet die gaan varen? Allereerst zo snel mogelijk. Ja. maar de verwachting is, ik ben dus nu met verschillende partijen aan het praten om dat, om dat een keer te doen. Het wordt nu kerst, dus het is al ontzettend druk voor de horeca. En waarschijnlijk wordt het ergens komend jaar. Ergens komend jaar. Maar dus ergens als die bouwvak begint, kan je zo'n boot van die bouwvakkers overnemen. Dan hebben ze daar toch heel veel bier nodig in de stad. Dat zou een mooi moment kunnen zijn. Oké, ga je er zelf nog wat aan verdienen? Ik ben nu vooral bezig met afstuderen en ik hoop daarna mogelijk in het varen door te gaan. Kijk, ik zou sowieso aandelen in je pilotbedrijf nemen, want voor mij zit er de muziek in. Maarten, ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Ja. Ja. En bij de borrel moet iemand me toch vooral even uitleggen waarom, als Maarten vraagt wat er nodig is voor vervoer over water, dat heel veel mensen fietsen invullen. Ja, dat moet iemand toch even uitleggen. Misschien de waterfiets, zou kunnen. Goed, de toekomst van het Nederlandse spoor. De ProRail heeft aangekondigd dat ze voortaan het spoor niet per minuut gaan inregelen, maar per 10 seconden. Gaan er dan ook 6 keer zoveel treinen rijden, vroegen wij ons dan af. Maar eigenlijk is dit het laatste wat ze kunnen doen om ons toch al dichtgeslipte spoorwegnet nog iets efficiënter te kunnen gebruiken. Daarna is het wel echt vol, dus wat moeten we doen om te zorgen dat ook na 2030 alle mensen die met de trein willen nog met de trein kunnen? Of moeten we eigenlijk wel willen dat al die mensen met de trein gaan? Dat gaan we vragen aan Timo Idema. Jij bent hoofdstrategie van ProRail. Kom erbij. Toekomst van het Nederlandse spoor. Ja, Timo, jij bent hoofdstrategie van ProRail. Ja, vanavond hoofdpresentatie. Ja. Wat doe je als hoofdstrategie op een dag? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik hou mij bezig met de richting van het bedrijf. Maar ik hou me ook heel veel bezig met hoe we die richting intern gerealiseerd gaan krijgen. Dus hoe we er intern voor gaan zorgen dat de grote uitdaging die we hebben op het spoor ook aankunnen. Kijk, nou, dan gaan we eerst eens even een vraag aan het publiek hierover stellen. En dat is namelijk de vraag, als mensen hier van ProRail zouden zijn. Hè, u krijgt 100 euro. Even gaan naar de volgende. U krijgt 100 euro en die mag u verdelen over een aantal punten. U mag dat inzetten op internationale verbindingen. Dus vooral de regionale internationale treinen naar Bremen, naar Essen, naar Aken. Dat de treinen de grens over kunnen. Zegt u, ik ga vooral al mijn geld inzetten op een snellere verbinding naar het noorden en het oosten van het land. Hè, dus de trein naar Groningen en Maastricht en Nijmegen sneller gaat. Ik ga vooral de capaciteit van de Randstad uitbreiden. Dat er gewoon meer treinen en sneller en vaker achter elkaar in de Randstad kunnen. Ik ga het vooral op de technologie zetten. Ik ga al mijn geld op betere beveiliging, de ERMTS zetten. Zodat we meer treinen korter achter elkaar kunnen laten rijden. Of ik ga
zorgen dat niet alle sprinters in de Intercity een goede trein over dezelfde spoor rijden, maar dat ze allemaal een eigen spoorlijntje krijgen. Een spoorlijntje voor de Intercity, een spoorlijntje voor de goederentrein en een spoorlijn voor de sprinter, zodat ze geen last meer hebben van elkaar. Nou, u ziet wel weer wat voor randstedelijk publiek we hier in de zaal hebben. Groningen zal het. Dat is niet zo belangrijk hier. Nou, de mensen gooien toch 1/3 van hun geld de Randstad. Ook bijna 1/3 gaat naar de glijdende grens over. En het ontvlechten, daar gaat maar 10% van het geld naartoe. We gaan dadelijk eens aan de mensen vragen waarom ze het gedaan hebben. Ja, Timo, jij hebt hier ongetwijfeld ook over nagedacht. Ik heb hier zeker over nagedacht. Het zijn op zich allemaal goede dingen om in te investeren. Maar ik ben wel blij dat het goede antwoord hier toch uitkomt. En dat zit daar aan de bovenkant. Daar zit gewoon de meeste groei. Dus daar zit nu al het meeste verkeer. Zit in de Randstad en in de stedelijke gebieden. En daar zie je ook de komende tijd nog echt de grootste groei. Dus gewoon per reizigerskilometer levert die investering gewoon echt het meeste op. Oké, nou neem ons eens even mee in de gedachtegang die bij ProRail wordt gevolgd. Ja, dan, als je dan dan ga je de goede kant op. Ik ga mijn verhaal beginnen met een stukje goed nieuws en dan komt er een complicatie aan en dan komt er uiteindelijk een oplossing. Maar het eerste stuk is, kijk, er komt een enorme groei op ons af. En ik weet niet of iemand in de zaal de laatste groeicijfers van de NS heeft langs gehad. Ik stel de vraag even. Het was weer veel. Het was veel. Het was 15% de afgelopen 5 jaar. En als je dat gewoon doortrekt naar 2030, dan houden wij makkelijk rekening met 30% groei die kant op. En alleen 30% groei al realiseren in het Nederlands spoornetwerk is een hele uitdaging. Want we zijn al een van de meest drukbereden netwerken in Europa. Dus dat is al in het meest drukbereden netwerk er nog eens 30% bij. En het mooie is, wij hebben een plan waarmee je 30% erbij kan hebben, 30% vervoer per trein erbij kan hebben in 2030, zonder dat je daar radicaal extra infrastructuur voor nodig hebt. Daar moeten we echt voor investeren, moeten we veel bestaande plannen nog uitvoeren, maar dat past. Nou, wat je ziet is, hier zie je, als er 30% bij komt, waar gaat dat knellen? Nou, dan zie je die Randstad, dus het antwoord ook wat je eerder zag, maar je ziet het ook verder richting Arnhem gaat het knellen. Dus dat zijn de knelpunten die we zien. En aan de rechterkant zie je een referentiedienstregeling van waarmee we dat op de huidige infrastructuur met een paar kleine aanpassingen kunnen realiseren. En wat ga je dan doen? Dan ga je vooral op plekken waar je nu nog een keer 4 intercities rijdt, ga je straks 8 intercities rijden. En daar kom je dus, daar kan je flink de capaciteit mee uitbreiden. En dat is goed nieuws, want zonder een grote extra uitbreiding krijgen we wel 30% erbij. Het nadeel van dit nieuws, en daar zit ook wel de complicatie, is, dan is het ook wel, zoals een van onze netwerkanalisten zegt, game over. Want ik kan er niet meer bij proppen zonder of echt op een andere manier met dienstregelingen te gaan doen, of echt andere technologie te introduceren. Dus die 30% is ook wel een beetje het eindbod binnen de huidige manier waarop we het doen. En dan moeten we echt anders gaan kijken. Ja, maar als je eerst 4 intercities had en dan 8, dan heb je de capaciteit verdubbeld. Dan heb je 100% vergroting. Ja, maar het zit op een stuk. Dus dat is het stuk. Die 30% is gemiddeld landelijk. Waar zie je nou die grootste groei? Ik ben vandaag van Utrecht hierheen gekomen. Dan zit je op de wat wij de A2-corridor noemen. Daar rijden we al 6 intercities per uur. En die zitten al behoorlijk vol. Ja. Dus daar kunnen nog 2 bij. En dan wordt het toch wel erg vol. Dus die grote groei, het is landelijk gemiddeld 30%. Maar die grote groei die zit echt in de Randstad en tussen de grote steden. Ja. Oké, dus daar kan je nog Een beetje rekken en dan is het wel op. Ja, ja. En dan? Maar we kijken, kijk, het is natuurlijk naïef om te denken dat die lijn die we nu de afgelopen 5 jaar bij de NS zien, om te denken dat gaat nog 10 jaar door en daarna houdt dat op. Nee, daarna gaat dat door en dat willen we ook dat dat doorgaat. De presentatie van Danielle die jullie net zagen, die zei, goh, als je nou echt die klimaatdoelen wil halen, dan moet je niet 30% realiseren het komende decennium, dan moet je 45% realiseren. Dus we moeten meer kunnen dan dat. En daar is wat voor nodig. Nou, dan komt mijn volgende plaatje. Dit is een andere complicatie die ik toch wel heb. Dit zijn de CO2-uitstoot van verschillende onderdelen van de economie vanaf de jaren 90 in de Europese Unie. En wat je ziet is, eigenlijk alles gaat naar beneden. Dat is goed nieuws. Behalve eentje die gaat daar omhoog. En dat is transport. Dus je ziet transport vanaf de jaren 90
omhoog gaan. En al die groei die wij de komende tijd zien, is groei die we gewoon in mobiliteit in het algemeen zien. Maar dat is geen groei in het aandeel van de trein in mobiliteit. Dus dat betekent dat we nog steeds, ja, er gaan meer mensen met de trein, maar er gaan ook die komende 10 jaar nog steeds meer mensen met de auto, meer mensen met het vliegtuig. Dus als wij deze trend een andere kant op willen laten gaan, ja, dan moet je 2 dingen kunnen geloven. Of je moet geloven dat het vliegtuig in 1 keer enorm duurzaam gaat worden, of de auto echt een enorme verduurzamingsslag kan doen. Of je moet geloven dat het aandeel van openbaar vervoer ook echt een stuk groter gaat worden. Ja, nou, laten we ervan uitgaan dat dat vliegtuig niet schoner wordt. Daar kunnen we ook, gaan we ook eens een hele avond over doen. Maar ja, stel dat niet zo is, dan moet dit dus. Hoe kunnen we dat dan doen? Nou, laten we hier eens beginnen. Dit zijn is een mooie analyse van Greenpeace. Het aantal vluchten dat je binnen een aantal bestemmingen dat binnen een bereik van 750 kilometer zit, wat wel redelijkerwijs een bestemming is die je met de trein zou moeten kunnen doen. Dus ik denk dat Madrid is een uitdaging. Fijn dat veel mensen het proberen. Maar 750 kilometer, dat moet te doen zijn. En als je hier gaat kijken is, het goede nieuws is, op Parijs hebben we een enorm goed marktaandeel. Volgens mij rond de 70%. Maar de andere grote bestemmingen hier zijn Londen en Kopenhagen. En als je daar gaat kijken, dan is er nog een enorm marktaandeel voor vluchten. Dus het eerste is, en het goede nieuws is, er ligt spoor tussen deze plekken. Maar we moeten dat aanbod ook gaan benutten. En dat vraagt ook in Nederland capaciteit. Want die treinen moeten hier ook in Amsterdam wel straks aan kunnen landen. En die moeten ook door die Schipholtunnel heen kunnen. En die Schipholtunnel willen we tegelijkertijd ook weer meer van die landelijke intercities in. Dus we hebben wel een uitdaging om te zorgen dat dat aanbod alles er komt. Alles tegelijk. Ja. Ja. Nou, wat vraagt dat? En dit is allemaal mooie plaatjes over wat je allemaal in zo'n spoorsysteem kan hebben. Maar je moet naar het totale spoorsysteem kijken. En ik denk het eerste wat het vraagt is dat we zorgen dat we een aantrekkelijk dat het aanbod er überhaupt is. Je kan wel zeggen van, goh, we willen dat meer mensen erin gaan. Maar de beste manier om te zorgen dat ze dat niet gaan doen is dat iedereen moet staan en de kans er überhaupt niet is. Dus de belangrijkste opgave voor ons is om te zorgen dat er gewoon 45% meer op dat spoor kan. Dus dat is heel belangrijk. Waar ik ook tegelijkertijd wel, je wil dat het een concurrerend alternatief is. En Danielle gebruikte het net een paar keer van, nou, die automobilist, dat is uiteindelijk wel rationeel. Hè? Die kiest uiteindelijk om van die auto in die auto te stappen of in de trein te stappen. En als je gaat kijken naar wat voor ons nog de belangrijkste bepaler is van het marktaandeel van OV, dan denken mensen vaak, nou, het moet een aantrekkelijk aanbod zijn en het moet het snelste aanbod zijn, et cetera. Maar als je gaat kijken wat de belangrijkste bepaler is, dan is het parkeerbeleid op bestemming. Dus het parkeerbeleid op de bestemming waar je heen moet gaan is bij verre weg de belangrijkste bepaler van dus als ik er kan parkeren, ga ik met de auto, kan ik niet parkeren, nou dan ook wel met die trein. Dat is wel een belangrijk feit wat we zien. Dus als je bijvoorbeeld gaat kijken naar Den Haag, de ministeries, kan je gewoon niet parkeren. Supergroot aandeel van het OV om daar te komen. Iets verderop, Shell, kan je net wat beter parkeren. Zit ook in iets ander publiek. Ik wou net zeggen, dat zeg je tussen neus en lippen door. Maar hè, ja. Dat is een ander publiek. Is dat inderdaad, is die correlatie, is dat ook een kausaal verband? Ja. Ja. Dat weet je zeker? Ik heb onderzoek gezien dat laat zien. Heel goed. Maar we kunnen daar straks met Bernd nog over hebben. Oké. Ja, dus, maar het is gewoon vooral parkeerplaatsen weghalen bij de bestemming. Helpt misschien nog beter mensen de trein te krijgen dan een goede trein te laten rijden. Zorgen dat er voldoende capaciteit is. Want die mensen moeten wel, het moet überhaupt mogelijk zijn om met die trein te gaan. Daar zit echt een hele grote uitdaging. En het moet een aantrekkelijk aanbod zijn. En dat begint niet alleen met dat er een aantrekkelijke trein rijdt van één station naar een ander station. Maar ook dat station geïntegreerd is met de verdere omgeving. En daar komt iets anders kijken. En dat is dat we de komende tijd veel zullen moeten investeren in metrosystemen en lightrail. Om juist te zorgen dat die stations, dat niet ophoudt bij die stations, maar dat het openbaar vervoer juist ook in die stedelijke gebieden doorgaat tot in het hart van de stad. Ja, dus jij zegt eigenlijk niet, je moet niet die parkeerplaatsen per se weghalen. Maar mensen moeten op een gegeven moment denken, nou, parkeren is leuk, maar met mijn openbaar vervoerreis is veel leuker en fijner en gemakkelijker dan voor de deur parkeren. Zeker. Ik zou aan beide knoppen gaan draaien. Oké. Nou, kunnen we dat voor elkaar krijgen? Ik denk dat het kan. Maar als ik dacht dat het een makkelijke uitdaging was, zou ik deze baan niet gekozen. Maar goed, hoeveel geld heb je nodig? We hebben 20 miljard voor de komende 20 jaar geïnventariseerd. En hoeveel krijg je?
nog niet die 20 miljard nu. Maar de overheid heeft in principe gezegd, tot 2032 is het geld voor infrastructuur gewoon op. Ja, maar ik zie ook wel kansen dat er op een aantal plekken bij gaat komen. Zeker ook als je gaat kijken wat er en nodig is op deze knelpunten. En wat er nodig is om onze klimaatdoelen te halen. Goed, nou we gaan eens kijken of je mensen het ook verstandig idee vindt. Dat gaan we eerst doen met Bert van Weeën. Ja, kom erbij. Kom hier zitten. Goedenavond, jij bent hoogleraar aan de TU Delft en director van de Trail Research School. Wat is dat? Trail is een samenwerkingsverband van 6 Nederlandse universiteiten en we helpen promovendi opleiden. Kijk, hartstikke mooi. En als je dit verhaal hoort, denk je inderdaad, ja, klopt de probleemanalyse? De probleemanalyse klopt in die zin dat er inderdaad op steeds meer plekken knelpunten komen bij de capaciteit van het spoor als we de groei aanzien komen die we nu aanzien komen en voor de rest alles hetzelfde laten. Juist, dus inderdaad, we kunnen nog een paar NCD's erbij stoppen en dan is gewoon de capaciteit op en dan moeten we flink gaan investeren. Nou, die laatste conclusie ben ik nog niet van overtuigd. Er zit overigens al wel, voor ik denk, 1,20 miljard in het meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport voor rails, ook trouwens voor wegen, die orde van grootte. Er zit al tientallen miljarden aan te komen, dit is al afgesproken. Ah, deze doet het wel, volgens mij. Ja, beter. Ja. Dus er is al wel heel veel geld gereserveerd voor snelwegen, maar ook voor spoor, tot 2030. Of dat voldoende is, dat weet ik niet. Ik denk dat als je bijvoorbeeld al die woningen wil bouwen die Amsterdam nog in de bebouwde kom wil bouwen, moet je ook iets met de ontsluiting van die wijken. Maar als je knelpunten hebt in de capaciteit, hoef je die niet per se op te lossen met meer infrastructuur. Je kan bijvoorbeeld ook wat doen om een deel van de mensen uit die allerdrukste periode te halen. Als je de grafiek bekijkt van hoe is de vraag over het etmaal verdeeld bij de snelwegen en bij het spoor, zie je bij de snelwegen nu een beetje een kameel. En bij de spoor zie je echt hele scherpe iedereen punten. Wil dus 8:15 wil iedereen in de trein zitten en daarbuiten is die uitgestorven. Nou, dat nog net niet, maar wel, het verschil is heel groot. Als je een deel van de mensen uit die periode 8:15 kan halen, dan is dat een veel goedkopere manier om de capaciteitsproblemen op te lossen dan tientallen miljarden extra in rails. En dat kan op zich best met prijsprikkels, ook met onderwijsinstellingen afspraken maken. Ik zou dat eerst doen. En je maakt dus een treinkaartje nog duurder in de spits. En je regelt gewoon dat de studenten een uurtje langer mogen blijven liggen. Maar ook goedkoper buiten die hyperspits. Hè? Het is niet alleen duurder. Voor sommigen wordt het duurder en voor anderen wordt het goedkoper. En dan zijn er mensen die zeggen, nou ja, dan doe ik mijn eerste afspraak wel via Skype. Of ik ga eerst wat e-mail checken. Veel werkgevers die vinden dat steeds acceptabeler, omdat steeds meer mensen een soort kantoorachtige werkgelegenheid hebben. Ik heb een dalvrije eerste klaskaart. Dat kost €130 per maand, dus ik ben helemaal niks. En met mij kan je geen afspraken maken voor 11:00 's ochtends. Ja. Nou ja, als iedereen dat zou doen, dan heb je geen cent meer nodig voor rails. Nou, Timo, als je alleen maar mensen zoals ik heb, ben je van al je problemen af. Ik ben grote voorstander van spreiding uit de spits. En eens dat je dat met beprijzing kan doen en eens dat je daar veel mee kan bereiken. Maar het gaat niet je gaat niet naar een totale effe verspreiding komen. Dus ik ben het eens dat dat een deel van het probleem oplost, maar het gaat je niet 45% groei laten absorberen. Nee. Nee, dus ik zeg ook niet dat dat het enige is wat moet gebeuren. Ik zeg wel dat je daar beter eerst mee kan beginnen, omdat het een veel goedkopere manier is om de capaciteitsproblemen op te lossen dan het alleen via rails proberen. Yes. Oké. En dan, we laten nog eens eventjes het grafiekje erbij halen wat de mensen als mensen €100 mogen verdelen. Even kijken, hij wordt erbij gehaald. Als jij je 100, hij moet even gezocht worden, ja. Als jij je €100 mocht verdelen, zou je het op dezelfde manier uitgeven? Ik zou nog veel meer op die bovenste gaan zitten. Ik zou sowieso geen Zuiderzeelijn gaan bouwen, dus die rode zou ik niet doen. Internationaal zou ik alleen doen als eerste spoorbedrijven veel beter dan nu samenwerken, want dan haal je veel meer rendement uit die extra euro's voor rails. De grootste uitdaging zit er volgens mij tussen de middelgrote en vooral grote steden in de Randstad en ook binnen de stedelijke gebieden. Dus daar gaat het meest knellen en daar is de bijdrage van elke overheidseuro als het gaat om duurzaamheid, milieu, maar ook om bereikbaarheid, veel groter dan bijvoorbeeld als je een Zuiderzeelijn gaat aanleggen. Maar, dus ik zou dat vooral in... Dus meer treinen naar Castricum, Purmerend, Leiden en dat soort dingen. Ja. En waarom staat het rendement zo hoog dan? Omdat je, als je dat geld gaat steken in hele lange afstandsverplaatsingen,
en die treinen veel sneller wil laten rijden, bijvoorbeeld de Zuiderzeelijn, dan krijg je... Dat is van Schiphol via Amsterdam en Almere uiteindelijk naar Groningen, eventueel ook naar Leeuwarden, daar lopen nu plannen voor. Ja. Als je dat gaat doen, dan zie je wel dat er een aantal mensen... meer met die trein gaan reizen, maar dat zijn niet mensen die anders datzelfde met de auto gedaan hadden. Want iemand die dan bijvoorbeeld, laten we zeggen, in Groningen gaat wonen en razendsnel naar Schiphol wil gaan reizen, die gaat nu niet met de auto. Of die woont in Amsterdam of in Purmerend en gaat met de auto, of hij gaat naar Groningen en met de trein. Of misschien in Purmerend met de trein. En dat betekent dat je heel veel meer mobiliteit uitloopt. Dus eigenlijk als de trein naar Groningen sneller wordt, dan gaan niet mensen uit de auto, maar dan gaan mensen opeens in Groningen wonen die anders in Almere of Purmerend waren gaan wonen. Precies. En je lokt dus heel veel meer mobiliteit uit. Ja, en dat maar dit is wel de oplossing. Ja, maar Purmerend en Almere zijn ook druk. Ja. En Groningen loopt leeg en is de economie daar ook nog een beetje gered. Ja, daar is verschillende keren aan gerekend. Je krijgt een paar duizend extra arbeidsplaatsen als je die Zuiderzeelijn zou aanleggen. Maar die arbeidsplaatsen komen helaas niet uit de Randstad. Die komen vooral uit het oosten van het land. En dan ga je ten koste van heel veel belastinggeld mensen van of werkgelegenheid van de ene zwakke regio naar de andere overhevelen. Ja, ik zie daar niet in waarom je dat zou willen. Nou, ik zou dat geld dus liever in de Randstad steken. Oké, team, al het geld in de Randstad. Zou je dat ook doen? Ik zeg niet al het geld. Maar daar zit wel de grootste uitdaging en het grootste rendement. En ja. Dat ben ik helemaal eens. En je moet je voorstellen, kijk, er zitten nu al afgeladen dubbeldekkers, volle lengte, helemaal vol. En als je op dezelfde infrastructuur daar nog een paar bij kan krijgen, doordat je beperkte investering doet, ja, dat is heel duidelijk dat heel veel oplevert ten aanzien van een trein die minder vol zit, over nieuwe infrastructuur moet rijden en een hele grote afstand moet afleggen. Dus En een die hier niet zo populair is, maar die jullie belangrijk vinden, is het ontvlechten. Dus je hebt nu bijvoorbeeld tussen Dordrecht en Leiden ligt 4 dubbel spoor. Jullie willen eigenlijk graag daar 2 spoortjes voor sprintertjes van maken en 2 spoortjes voor intercities en internationale treinen. Wat levert dat nou op? Als je gaat kijken, als je eens bij een stuk spoor gaat staan, ik vind het altijd wel interessant als je en je ziet wat daar langskomt. Ik heb dat wel eens als ik met mijn kinderen aan het wandelen ben in de buurt van een stuk spoor. En dan zie je toch ook een hele tijd gebeurt daar helemaal niks. Dus waar de winst zit, is dat we treinen dichter achter elkaar kunnen laten rijden. En dan is de vraag, waarom kunnen we treinen nu niet dichter achter elkaar laten rijden? Dat heeft met een aantal dingen te maken. Maar een van de dingen waar het mee te maken heeft, is dat de sprinters en intercities op hetzelfde netwerk hebben. Dus als net toevallig zo'n sprinter ervoor zit, ja, die gaat best wel langzaam. En ja, dan moet er veel ruimte zitten tussen die sprinter en die intercity, want anders... komt die intercity achter die sprinter te zitten, heeft hij wel eens meegemaakt. Dus je moet ervoor, dan heb je heel veel ruimte nodig en verlies je eigenlijk heel veel capaciteit op het spoor. Als je die twee uit elkaar kan halen en net zoals een metrosysteem in bijvoorbeeld Londen, gewoon dezelfde snelheid, hoogfrequent achter elkaar, dan krijg je veel meer capaciteit uit het netwerk. En, ja. en dat is het antwoord om te zorgen dat we veel meer treinen kunnen gaan rijden. Je kan toch gewoon op het buitenste spoortjes, daar rijden de sprinters en op de middelste spoortjes rijden de intercities en als er een keer een storing is, dan pielen we een beetje. Ja. Dat kan prima en die storingen voorkomen, dat is ook een grote uitdaging voor ons. Maar dat ERMTS, dat super beveiligingssysteem, dat kan dat toch allemaal? Die kan precies uitrekenen welke treinen elkaar dan net niet aanrijden? Nou, we moeten van... Het is ERTMS en ERTMS is, hoe ik het altijd uitleg, is de vervanging van de klassieke seinen zoals we die hebben. Gewoon het stoplicht langs het spoor voor een digitaal systeem wat een kastje in de trein is. Dat kan in de toekomst kan het veel bieden. Want nu, als een trein ergens op de baan staat, dan moet een sein daarachter op rood en sein daarachter ook op rood en daarachter kan weer een trein staan. En je weet nooit precies waar die trein daarvoor zit, maar de afstand van die seinen bepaalt hoeveel treinen achter elkaar kunnen. ERTMS biedt uiteindelijk de mogelijkheid dat treinen precies weten van elkaar hoe ver ze achter elkaar zitten en daarmee gewoon genoeg afstand hebben om te kunnen remmen, maar niet meer dan nodig. En nu moeten we daar heel veel buffers voor aannemen. Uiteindelijk kan het dat. Maar dat is nog best wel een stap ver. Op dit moment, het is wel daarom zetten we nu de stap naar ERTMS, omdat dat de toekomst is die het biedt. Maar voordat we daar zijn, duurt echt nog wel een tijdje. Oké, beter eerst even ontvlechten en een apart sport voor metroachtige treinen. Oké, nou, mogen we eens de volgende vraag in beeld. Dat is, als u de baas van ProRail was... Hier waren we ook mee begonnen, dus bij de intro hadden een aantal mensen hier al wat dingen opgezet. Ook als jullie hier iets bij tussen zien zitten, dat vind ik echt een briljant plan of echt een belachelijk plan. Roep mij even, dan gaan we de dader daarvan opsporen.
Even kijken. Ja, iemand gaat toch hoge snelheidstreinen aanleggen binnen Nederland. Bijvoorbeeld naar Groningen. Even kijken, hij moet even omhoog gaan draaien. Groningen en Enschede. Wie had dat ingevuld? Dat was u. Ja, nou, als het aan de wetenschap ligt, gaat dat niet gebeuren? Ja, het hangt ervan af hoe de wetenschap dan kijkt. Ik bedoel, als je incrementeel gaat plannen, dan ga je het netwerk in de Randstad beter benutten. Maar als je vanuit het perspectief kijkt van de ruimte in Nederland bekijken, en waar is nog ruimte tussen de steden, tussen de huizen en de kantoren, dan is dat buiten de Randstad. Dus dan kom je van een heel ander perspectief. Ja, maar dan kan je toch beter gewoon een economie in Groningen oppompen waar mensen en wonen en werken in plaats van wat hier gezegd wordt. Als je een snelle trein naar Groningen maakt, dan gaan er allemaal mensen in Groningen wonen die hier nog steeds gaan werken. En wordt het in Groningen niet bedrijf, maar er komen geen bedrijven eigenlijk bij. Ja, als ik bijvoorbeeld naar Lille kijk, daar is economische activiteit is ontwikkeld nadat de TGV daar een station heeft gekregen. En dan ben je op een uur van Parijs en dan gaat het verschuiven. Dus eigenlijk moet, als je naar Enschede moet dat niet het eindpunt zijn, maar dat moet op de corridor naar Berlijn liggen. Bijvoorbeeld, ja. Oké, maar welk probleem lossen we hier nou precies? Want er wordt nu vooral gezegd, dan gaan een nieuwe doelgroep, die gaan gewoon verder weg wonen, gaan vaker met de trein, die nu dat eigenlijk niet doen. Welk probleem lossen we dan precies mee op? Het probleem van een randstad die al overvol is. Kun je toch heel hoog bouwen? En... Ja, we kunnen ook de grond in. Dat kan ook. We kunnen ook in het water gaan leven, dat kan ook. Ook met boten op de gracht in Amsterdam, dat kan ook heel goed. Maar dat wordt het niet per se leuker. Oké, helder verhaal. Wie had nog meer? Als u de baas van ProRail was, ja, wat zou u, dit is uw kans om te spuien. Wat zou u willen doen? Ik kijk ook even welke van deze willen jullie wat meer. Ja, de concurrentie. Wie had dat ingevuld? Ja, had u de concurrentie ingevuld? Nee. Wat had u ingevuld? Ik heb helemaal niks ingevuld. Wat zou u... Telefoon dus. Nee, ik had alleen willen zeggen, als u de baas bent van ProRail, wat zou u dan doen? Dan zou ik Amsterdam aanmoedigen om de metro van de Isolatorweg naar het Centraal Station aan te leggen. Oh, dat laatste kleine stukje? Dat laatste stukje, want het neemt ook al een heleboel capaciteit in beslag van wat anders met de trein vervoerd moet worden. Maar het is sowieso een belachelijke situatie. Ja. Ja, dus als nou de ringlijn namelijk een heel grote ja. Oké, okay, als Amsterdam een fatsoenlijke metro heeft, dan zijn een hoop van jullie problemen eigenlijk opgelost. Ja. Dus, okay. kan ik daar even, mag ik daar wat op reageren? Ja. Want dat is juist precies wat we doen. Dus dat is goed dat u dat zegt. Want wat je ziet is, op dit moment hebben we inderdaad de metro bij Amsterdam, die rijdt de cirkellijn, die rijdt niet rond. Maar iets anders dat je ziet is de Noord-Zuidlijn, die stopt bij Amsterdam-Zuid. En wat het effect is, dat om van Schiphol naar Amsterdam Centraal te komen, moeten we daarom nog sprinters rijden van Schiphol naar Amsterdam Centraal. Terwijl als we die metro's aan zouden leggen, zou je dat helemaal niet moeten doen. Maar tegelijkertijd, jullie willen, ik ben een Rotterdammer, dus ik kom nu netjes aan met de IntercityDirect hier op het Centraal Station. Als het aan jullie ligt, word ik dadelijk op Amsterdam Zuid gedropt. En dan moet ik nog heel stuk met de metro, moet ik vaker overstappen. Dat is toch helemaal niet leuk? Dat je dat niet leuk vindt, dat klopt. Ik zou... Wat je er wel mee krijgt, is veel meer ruimte op het spoor. En dat vinden we volgens mij wel leuk. Je krijgt namelijk ruimte op Amsterdam-Zuid om veel meer internationale treinen te doen. En we krijgen ruimte in de Schiphol-tunnel om ook veel meer internationale treinen te kunnen hebben. In jullie Excel-sheet zal het vast allemaal mooi kloppen en zo. Maar ik moet uit mijn mooie eerste klas coupé, laptop in de tas, dan moet ik in zo'n metro, moet ik daar staan tussen allemaal mensen en zo. Dus de reizigersbeleving wordt er een stuk minder. Op dit stukje van de reis is dat misschien voor jou het geval. En dat is denk ik is ook wel een uitdaging voor het spoorsysteem. Kijk, je kan niet met oplossingen naar de toekomst komen waar iedereen beter van wordt. Dus als onze maatstaf is, het moet voor iedereen beter worden, dan komen we geen meter verder. We moeten kijken, wordt het voor de grote hoeveelheid mensen, wordt dit beter? En als dat af en toe voor een aantal mensen betekent dat er een kleinere verslechtering in zit, dan moeten we die ook accepteren. En dat is wel lastig in Nederland, want wij hebben de neiging om juist ook dat kleine bezwaar van één heel specifiek belang heel zwaar te wegen. Maar dat houdt wel vaak de grote verbetering tegen. Ja, als ik daar nog iets op mag aanvullen. Er zit helaas een grote spanning tussen de vraag waar verdienen de spoorbedrijven, de NS en de overige, het geld mee? En wat is het hoogste rendement vanuit het perspectief van de belastingbetaler van alle geld wat we aan treinen uitgeven? De NS verdient het meeste geld met snel vervoer over grotere afstanden tussen middelgrote en grote steden.
als je kijkt of dat wat is het rendement van elke euro belastinggeld die we erin steken in het treinsysteem, dan kun je veel beter stedelijke en regionale verplaatsingen met de trein verzorgen in plaats van met de auto. Dat heeft veel meer bijdrage aan het oplossen van de fileproblematiek, of in ieder geval het verminderen ervan. En veel meer bijdrage aan, aan de milieuproblemen en ook de sociale gelijkheid van welke mensen kunnen waar naartoe reizen. Dus het rendement van belastingeuro's is veel hoger bij stedelijke en regionale verplaatsingen, ook al wordt er minder geld mee verdiend. Okay, je moet soms ook niet. Okay, dan gaan we toch even. Wie had de concurrentie ingevuld? Wie zegt dat is toch wel een oplossing om meer van elkaar te krijgen? We komen, ja, dat durfde ik niet hard op te zeggen hier misschien. Nou, we gaan nu uit het systeem zoeken. Is er nog eentje waar jullie zeggen, ja, daar wil ik nog iets meer over weten. Of dat vind ik een heel dom idee. Mag ook natuurlijk. Ja, nee, dan toch iemand de lelielijn erin gezet. Ja, dan gaan we naar het laatste woord. Dat is de Gent-student. Die mag toch, wie heeft de Gent-student ingevuld? Die wou toch even promoten, dan krijg je nu je kans. Ja, dat durf je ook weer niet. Nou, helaas is het een anoniem systeem. Ja, dat is toch jammer. Hier is toch nog een vraag. Ja, ik kom nog uit de tijd dat OV-2, dat is kennelijk 100% vergroting van het spoor, dat ook nog mogelijk was. Dus kennelijk zijn we niet zo veel opgeschoten. Maar wat mij altijd verbaast, en ik hoop eigenlijk dat ze die 20 miljard niet krijgen, de NS, want wat ze nu aanleggen, ik verbaas me daar ontzettend mee. Ze moeten het niet krijgen. Nee, want je kunt nog steeds niet rondom Amsterdam met de trein rijden. Als je van Haarlem uit naar Zuid wil, dat kan helemaal niet. Want die boog van West naar Zuid, die ontbreekt. En dat zou ontzettende ontlasting kunnen zijn. En ook de kwetsbaarheid van het Centraal Station veel kunnen minderen. Dus daar zou ik echt mijn geld in steken. Nee, wat NS hun geld in steken is 4 sporen. Ga die kijken tussen Utrecht en Amsterdam. Die 2 sporen waren die stoptreinen, dingen, die zijn helemaal niet verder verbeterd. Daar rij je helemaal geen meer treinen. Dus die investering in de 4 sporen, die is echt vrij onbeperkt. Het wordt niet altijd hebben ze nog merkwaardig gedaan. Het station Zuid heeft 4 sporen, ga die maar kijken, 4 sporen. En de aansluiting heeft ook 4 sporen. Dat hebben ze dus een hele dure investering om die 2 sporen die aansluiten op station Zuid, hebben ze 4 sporen van gemaakt. Maar station Zuid is nog steeds een hele drukke station Zuid. Okay, dus als u het mag uitmaken. Even groot als de aansluitende sporen, dat is toch waanzin? Okay, u zou het geld ergens anders insteken. Jullie hebben best een verlanglijstje dus als probleem. Jullie hebben ook nog eens allemaal vervoersmaatschappijen die allemaal dingen willen. Die misschien niet per se in lijn zijn ook met wat we als maatschappijen het beste willen. Hoe gaat deze discussie er de komende tijd uitzien? Want we hebben dus al heel lang discussie over hoogfrequent spoor. En dat er moet zoveel gebeuren. En de beveiliging, en het voltage, en nieuwe rails, en nieuwe aansluiting. En dan moeten die vervoerders ook nog meewerken. Hoe gaan we het aanpakken de komende jaren? Dat is een hele mooie vraag. Het eerste begint om duidelijk met elkaar het plan te hebben van waar we in de dienstregeling naartoe willen. En daarin maken we nu met de sector de plannen 1 voor 2030, daar stond net de kaart voor, de andere is voor 2040. En dat plan goed hebben staan, daar begint het mee. Aan de ene kant wil je de input hebben van alle partijen. En tegelijkertijd moeten we ook accepteren dat veel partijen een deelbelang hebben. En ik denk dat het mooie van ProRail is daarin, dat wij geen winst hoeven te maken. Wij zitten erin voor de maatschappelijke zaak, voor de maatschappelijke toegevoegde waarde. Niet om alle deelbelangen te dienen. En ik denk dat wij daarin een goede rol kunnen spelen om de goede maatschappelijke plannen En hier speelt dus ook, we moeten soms kiezen tussen en beter vervoer in de Randstad en de internationale trein. Maar ook hier, als we dus de metroring sluiten en een metro naar Schiphol hebben, dan kan er vanzelf die trein naar Kopenhagen, heeft ook een plekje om te staan. Ja, ik weet niet of die van Kopenhagen is, maar zeker meer internationale treinen op Schiphol worden daardoor mogelijk. Nee, Kopenhagen is echt niks aan, ik zou een trein ergens anders heen laten doen. Maar ik ben wel eens net een nachttrein naar vroeger geweest, vroeger kon dat. Bert, als jij de directeur van ProRail was, of binnenkort wordt het de hoogste ambtenaar als het een ZBO wordt, maar wat zou je doen? Ik zou niet zozeer vertrekken vanuit het perspectief, hoe maak ik die trein nog aantrekkelijker? Goedkoper, sneller, hogere frequenties, noem maar op. Ik zou veel meer inzetten op het terugdringen van de rol van de auto en overigens ook het vliegtuig.
als je de trein aantrekkelijker maakt, dan krijg je wel veel meer treinreizigers. Maar het gros van die extra treinreizigerskilometers zijn niet kilometers die anders met de auto zouden worden afgelegd. Dat is dus heel duur om wat milieuwinst of andere winst te bereiken. Als je mensen zorgt dat als je zorgt dat de auto minder aantrekkelijk is, inderdaad, minder parkeren op centrale locaties, kilometerheffing, vliegtuig veel hoger belasten, dan zie je dat er een deel van de mensen naar het spoor wil. En ik zou die euro's aanwenden om de capaciteit te vergroten die je dan nodig hebt om het op te vangen. Maar als het niet per se, als het een niet-autorijder is die we hier blij mee kunnen maken, omdat iemand inderdaad niet in het water in de gracht wil leven hier, maar in een mooi huis in Groningen, of iemand wil toch in Enschede wonen op de een of andere manier, dan is dat toch eigenlijk ook winst? Ik heb daar geen enkele moeite mee. Ik snap alleen niet waarom de belastingbetaler daarvoor op gaat draaien. Want dat komt er per saldo op neer dat mensen met hogere inkomens, zoals ik, ik ben ook een langafstandstreinreiziger, laat ik eerlijk zijn. Ik ga van Amersfoort naar Delft. Maar ik zit wel op de kosten van de belastingbetaler in die trein. Waarom zouden we dat willen? Ik zou zeggen, laat die mensen dat vooral doen als ze dat graag willen, maar laat ze in ieder geval wel de eigen rekening betalen. Okay. Nou, helder verhaal. Ik ga jullie heel erg veel succes wensen met het verbeteren van het spoor en het becommentariëren daarvan. Mag ik hartelijk applaus voor Timo Idema en Bert van Wee. Goed, dames en heren, dan gaan wij afsluiten. U mag eigenlijk op eigen kosten een biertje gaan drinken, maar niet voordat we even van Serva's van Pakhuis en Zwijger hebben gehoord wat er de komende tijd nog meer voor fantastische dingen hier te doen zijn. Dankjewel, Rogier. Ja. De grappige is trouwens, die Gent-reiziger, er is een kans dat hij van thuis komt. Oh, dus dat hij via de livestream binnenkwam. Omdat best wel veel mensen meekijken via de livestream. Kijk. Dat is altijd heel erg leuk. Morgen hebben we boeren, burgers en biodiversiteit. We hebben natuurlijk alle grote tractoren en dergelijke hebben niet kunnen over het hoofd kunnen zien. Daar gaan we het morgen over hebben. Wat moet het antwoord zijn van eigenlijk stedelijk Nederland op deze crisis? En hoe gaan we hiermee verder? Hele leuke, interessante avond morgen. De volgende, Anne. Bike in City, dat is in onze dependance Nieuw-West. We hebben twee dependances, eentje in Zuidoost en eentje in Nieuw-West. Woensdag 18 december gaan we het daar hebben over hoe verbeteren van infrastructuur bij kan dragen aan meer fietsen en meer veiligheid. En dat is in de reeks Bike in City. En tot slot wil ik je nog wijzen op dit. Heel fijn muziekje. Dat is verder gaan. 11 februari gaan we door met mobiliteit. Hartstikke mooi. Dames en heren, ik dank u voor uw aanwezigheid. En ik zie u graag op 11 februari. Laten we een drankje gaan drinken.